ziet er misschien een beetje raar uit, maar dit wordt allemaal opgenomen. Dus mensen kunnen later ook nog eens een keer genieten van deze ontzettend bijzondere avond die wij voor jullie in petto hebben. Live ook, krijg ik ingefluisterd hier door Sjoertje. Het gaat over slimme steden. Mijn naam is Rudy van Beurden. En ik heb van mijn leven één gaaf traject gemaakt. In 2011 heb ik besloten om alleen maar gave dingen te doen. En ik voorzie Eindhoven en omstreken en programma's waar ik ga met energie en optimisme. Ik hoop dat we vanavond ook te kunnen doen. De inhoud van de avond gaat over slimme steden, waar vooral heel veel sensoren en big data om de hoek zitten te kijken. Daar ben ik zelf helemaal niet goed in, maar ik ben ook benieuwd naar jullie ervaringen daarover. En of jullie überhaupt de Tegenlicht aflevering al hebben gezien. Wie heeft hem gezien? Tegenlicht aflevering Slimme Steden. Ja, sommige mensen dus nog niet. Dus we hebben dadelijk twee sprekers en die gaan inzoomen over die slimme steden. Enerzijds filosofisch, de eerste spreker, en anderzijds iets meer pragmatisch, de tweede spreker. Misschien dat er een aantal overlap elementen overkomen die ook in de afleveringen naar voren kwamen, maar dat komt helemaal goed. Wat ik wilde vertellen voordat de microfoon het nog niet deed, is dat deze themaavonden georganiseerd worden door enerzijds de BIEB, door Tegenlicht Meetup, Jump Movement en ook filosofie workshops. Dus er zijn allerlei partijen aan de slag die programma's bieden voor de inwoners van Eindhoven met allerlei activiteiten daaromheen. Dus één op 8 juni, 10 juni en 14 juni. Daar kom ik later nog eventjes op terug. Want anders is het veel te veel waar jullie je hoofd omheen moeten draaien. Maar voordat we starten ben ik ook nog even benieuwd. Wie staat er, zo op het eerste gevoel, heel positief tegenover alle ontwikkelingen die de nieuwe innovatieve stad en slimme steden ons gaan brengen? Wie is daar positief over? Oké. En wie denkt, ik ben serieus best wel sceptisch? Voor mij, ik ben wel een beetje op mijn hoede. Oké. De meerderheid is wel voor. We gaan eens zien of de presentaties daar een verschil in gaan maken. Dit zijn de twee sprekers die we voor jullie in petto hebben. Dit ben ik, Jean-Paul Kloos, Sustainocratic Eindhoven. Hij beschouwt de hele stad eigenlijk als zijn lab. Daar doet hij van alles in. Daar vertelt hij ook over. En hij zal vanuit een filosofisch oogpunt meer inzicht geven in wat die ontwikkelingen ons gaan brengen. Dat is de eerste spreker voor de pauze. Dan hebben we een korte pauze en daarna zal Linda Vlassenrood, de staat van Eindhoven, verder uitleggen. Zij is daar programmamanager. Een project van de gemeente Eindhoven samen met het nieuwe instituut in Rotterdam. Maar ze woont in Amsterdam, dus ze heeft een gezonde afstand en zit niet helemaal verankerd in deze stad. Wie weet wat ons dat gaat brengen, vooral meer pragmatische details. Ik ga de microfoon overgeven aan Jean-Paul, de ontzettend tikkende tijdbom. Die gaat af om 7:45, zoals we hebben afgesproken. Dus ik ga hem een seintje geven, mocht er nodig zijn. En ondertussen schakel ik het scherm, zodat zijn presentatie zichtbaar wordt. Mag ik een hartelijk applaus voor Jean-Paul Kloos. Ja, dat heb ik dan snel verdiend, hè. Inderdaad, mijn naam is Jean-Paul Kloosen. Ik woon sinds 2001 weer in Eindhoven. Ik ben een hele lange tijd weg geweest en in het buitenland. En dat is eigenlijk heel wat bijgedragen, die tijd dat ik weg ben geweest naar het buitenland, om te realiseren dat dingen heel erg sterk veranderen in maatschappij. In Eindhoven, maar ook in heel Nederland. Ik ben 1974 ben ik weggegaan naar Spanje. En dat was een tijd in Nederland dat we nog steeds aan het bezig waren eigenlijk met het laatste stukje van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en dat soort zaken. Er werd heel veel gediscussieerd nog. Herinneren jullie, sommigen van jullie die wat ouder zijn, net zoals ik, over sociale zekerheden, pensioenen, dat soort zaken. En, want die waren vooral nodig om te voorkomen dat de mensen die in een werkloze situatie kwamen, dat die dan misschien in opstand zouden komen en misschien weer rare keuzes zouden gaan maken rondom de leiders, politieke leiders, zoals bijvoorbeeld in Duitsland was gebeurd en waaruit uiteindelijk die Tweede Wereldoorlog was ontstaan. Een hele slimme zet om op een gegeven moment een soort vangnet te creëren in zo'n land door met elkaar te sparen en te zorgen dat het wel goed zou komen. Nou, dus in die tijd ben ik weggegaan en ik was 16 en ik verdween naar Spanje. En mijn vader was daar uitgezonden door een groot bedrijf. Dus ik moest mij multicultureel gaan ontwikkelen in de Engelse taal en de Spaanse taal. Maar ook was de tijd van Franco en de tijd van een dictator. En die stierf een jaar nadat ik daar ben gekomen. Daar heb ik niks mee te maken gehad. Hij stierf gewoon een natuurlijke dood. Maar het was wel belangrijk
Omdat dan een democratiseringsproces begon in dat land. En toen begon er ook een economische groei in dat land met onder koning Juan Carlos. Het land sloot zich aan bij de Europese Unie. En ik heb toen in die 27 jaar dat ik eigenlijk met name in Spanje bezig ben geweest, maar ook in Engeland en in Zweden en dergelijke, heb ik gewoon groeieconomieën meegemaakt. Ik heb alleen maar, dus voor mijn beeldvorming was het alleen maar groeieconomie. Dat is de enige werkelijkheid die er bestaat. Ik werd directeur, algemeen directeur van Philipsen en dergelijke, omdat mijn talenkennis en mijn universitaire kennis op een gegeven moment gewaardeerd werd. En ze stuurden mij naar allerlei delen van de wereld en uiteindelijk ook weer terug naar Spanje. Omdat ze daar een algemeen directeur nodig hadden. Dus ik zat elke keer toch in die hiërarchie van het bedrijfsleven. Dus ik zat vooral in vliegtuigen, ik zat vooral in hotels, ik zat vooral in onderhandelingen met allerlei mensen. En ik had absoluut geen beeldvorming van alle dingen die later in mijn leven gingen gebeuren toen ik ging nadenken over, ja, wat zijn dan eigenlijk de consequenties van alles wat wij doen, hè, op het gebied van de aarde en vervuiling en dat soort zaken. Kwam er helemaal niet bij mij op. En ik geloof dat dat bij het gros van de bevolking eigenlijk ook zo is geweest. Dus in 2001 kwam ik terug naar Nederland. En dat was een boeiende ervaring, omdat ik een keuze maakte om naar Nederland te komen. Omdat aan de ene kant, ik vond dat in Nederland vooral de grote multinationals waren van Europa en van de wereld die hier een hoofdkantoor hadden. Ik ben zelf Nederlander, dus ik denk van nou, als ik dan een keuze moet maken waar ik dan terug ga naar Centraal-Europa, laat het dan maar Nederland zijn. Want dan kan ik tegelijkertijd mijn kinderen, ik heb twee kinderen, kan ik de Nederlandse cultuur meegeven. Ja? En dan groeien ze ook een beetje multicultureel op. Ze zijn geboren in het buitenland, ze komen hier. En die multiculturele ervaring heeft mij heel veel goeds gebracht. Toen kwam ik terug in Nederland en toen was het een situatie van, ja, maar die kinderen zijn niet allemaal in Europa geboren. En dus die een mag wel naar binnen, de ander mag niet naar binnen. En er werd een keuze en ik denk, hé, dat is niet mijn manier van denken. Ik ben een familiemens, hè, en ik heb ook in mijn persoonlijk leven heel sterk de keuzes gemaakt van familie en gezin. En ik heb op een gegeven moment afstand genomen van mijn internationale carrière die me naar Azië zou brengen. Ik had een eerste echtscheiding achter de rug voor mijn eerste kind. En toen heb ik een keuze gemaakt van ik blijf in Spanje dicht bij mijn kind. Dus ik nam afstand van mijn internationale carrière. Dus ik had hele morele keuzes gemaakt. En die zaten heel diep bij mij gebakken dat mijn kinderen horen bij mij. En als dan een staat zegt van de een mag wel binnen en de andere niet, dan zeg ik dat is niet de gastvrijheid die ik van Nederland gewend ben in de periode van 1974. Dus dat was al een shock. En een andere shock was dat huisvesting bijna onmogelijk was hier. Of je hebt een vast contract en dan staan de banken in de rij om jou een hypotheek te verschaffen. En anders moet je in de huurmarkt gaan en dan moet je 5 jaar wachten of zo. Dus je kwam hier. Ik heb nooit die problemen gehad. Ergens in de wereld. Nergens niet. Mijn jongste dochter was 1,5 jaar. Die had een bloedneus midden in de nacht. En schrok ons dood. Dus kind onder de arm naar het ziekenhuis. En wat gebeurde? Ja, nee, dat mag niet, want u moet via de huisartsenpost eerst opbellen en dan bepalen wij wel of u mag komen of zo. Ja, had ik ook nog nooit meegemaakt. Als ik iets had met mijn kinderen, al was het midden in de nacht en zo, onder de arm en we werden altijd goed geholpen. Dit soort dingen, dat waren allemaal van die negatieve ervaringen waar ik een plekje moest geven. En ik denk van, ja, waar gaat het hier in godsnaam om? Mijn vrouw was Braziliaans en die kon er helemaal niet mee omgaan. Helemaal niet. En die was sowieso al iets van, ik mag hier niet zijn, want ik ben een Braziliaans, ik ben niet hier uit Europa. En dus we moesten door een heel traject heen om überhaupt haar toestemming te verlenen om hier te komen. Dus dat was al die angst die dan in zo'n familie, in zo'n gezin komt te zitten van, mogen we wel überhaupt hier zijn? En wat voor toestanden moeten we allemaal meemaken om überhaupt hier te mogen zijn? Wat is dat nou? Ik ben toch gewoon Nederlander? Nou, dat heeft uiteindelijk zoveel ellende opgeleverd dat we ook zijn gaan scheiden. En toen moest ik verder als alleenstaande vader. Maar dat was ook weer niet goed van de overheid. Want die zeiden, ja, u bent hoog opgeleid, u moet belastingbetaler zijn. En dat soort zaken. Ja, maar ik heb een kind van 1,5 jaar. Hoe kan ik? Ja, we moeten opvakken. Ja, maar dat is ontvoeringsgevaar rondom dat kind. Ja, daar hebben we niks mee te maken. Want ontvoeringsgevaar, dat is uw probleem. Maar ons probleem is dat u zo snel mogelijk dus weer als belastingbetaler functioneert. Dan zei ik op een gegeven moment, wacht even. Wat zijn mijn basisverantwoordelijkheden? Mijn persoonlijke basisverantwoordelijkheden. Die zijn rondom mijn kinderen, hun veiligheid en hun gezondheid. Ja? En als dat niet gewaarborgd wordt, op wat voor omstandigheden ook, dan moet ik daar verantwoordelijkheid voor nemen. En ik verwacht ook dat ik daarbij geholpen word door de omstandigheden in de stad en het land. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen voor ons als maatschappij? Gezondheid en veiligheid. Dat zijn twee kernwaarden, vind ik. Ja, in een gezin is dat zo. Wat gebeurt er bij jullie als een van jullie kinderen ziek is?
Ga je dan nog steeds werken? Nee, dan ga je eerst even kijken hoe kan ik zorgen dat het kind in ieder geval verzorgd wordt. Ik denk dat je dit soort keuze met enig gemak maakt. En zegt van wat is er belangrijk op dat moment? Op dat moment is het belangrijker even niet werken, zorgen voor de kinderen. Nou, bij mij was het een structureel probleem. Alleenstaande vader en ontvoeringsgevaar en dat soort zaken. Dus ik zeg van nou, die verantwoordelijkheid eerst. Nou, en toen werd er gezegd door de staat van ja, maar dan krijgt u helemaal geen sociale voorzieningen. Dan zoekt u het maar uit. Dan krijgt u geen, op dat moment geen bijstand of geen BW of dat soort dingen. Ik denk, oké, dan maar niet. Maar toen zei ik ook voor mezelf, dat is niet de Nederland dat ik wil. Ik wil een Nederland die kernwaarde voorop stelt. Dus ik wil gaan kijken, hoe zit dat nou met maatschappijen? Waarom doen we dit soort dingen? Waarom is op een gegeven moment die sociale zekerheden in 1974 zo belangrijk? En in 2001 helemaal niet meer belangrijk. Ja, ze zijn wel belangrijk, maar ze zijn eigenlijk gestuurd vanuit geld. We hebben heel veel geld nodig, want dan kunnen we sociale zekerheden betalen. Maar die sociale zekerheden die echt belangrijk zijn voor onze maatschappij, die zijn verdwenen. Nou, dus ik ging dat bestuderen. Ik werd een beetje filosoof in dit soort zaken. En ik denk van ja, ik heb het zelf nou meegemaakt. Ik wil nou eens een keer kijken van hoe werkt dat nou met maatschappijen. En er is een beeld uit ontstaan. En een beeld, een cyclisch beeld eigenlijk, dat laat zien dat er golfbewegingen zijn ergens in zo'n maatschappij. Dat we crisissen nodig hebben om op een gegeven moment een doorbraak te hebben in onze bewustwording. Om te kijken van hoe gaan we om met onze werkelijkheid in de context van de tijd waarin we komen te leven. Ja? Nou, die context, hè, als we nu vandaag 100 jaar bibliotheek vieren, dan vraag ik aan jullie van hoe zou men in 1916... 100 jaar geleden, hebben gedacht over een slim Eindhoven. Hoeveel mensen woonden er in Eindhoven in 1916? Enig idee? Iemand? Hoeveel? Ja, zo in de buurt. Hè. Het waren er zo'n 6.000. Het was voor de annexatie. De annexatie van Woensel en Strijp en dergelijke, de dorpen, die waren ze in 1920. Dus in 1916 waren het er zo'n 6.000 mensen die hier woonden. Het was niet een dorp, want we hadden stadsrechten al sinds de middeleeuwen, maar het waren wel 6.000 mensen. De dorpen rondom ons heen, die waren veel groter. Maar wat zou dan een slimme stad zijn, zoals Eindhoven, die dan zegt van ja, hoe gaan wij om met slimmigheid? Philips, die zat hier eigenlijk al 30 jaar. En die was constant op zoek naar ruimte in hun uitbreiding en dat soort zaken. Dus de slimmigheid van de stad Eindhoven was eigenlijk van, ja, hoe kunnen we überhaupt omgaan met de uitbreiding van Philips? In die tijd, omdat dat werkgelegenheid brengt, een hele hoop arbeid, een hele hoop inwoners en rijkdom en status en dat soort thema's. Dus de slimmigheid was vooral van, hoe geven we dat ruimte? Nou, de annexatie was eigenlijk een logisch gevolg. En toen werd het van de ene dag op de andere, in 1920, werd het een stad van 48.000 mensen. Ja, dat is toch wel een hele boeiende ontwikkeling. Maar dat is de context van die tijd. Er werd helemaal niet nagedacht over vervuilingen, dat soort zaken. 100 jaar eerder, in 1814, werd daar wel over nagedacht. Want dat was de tijd dat Napoleon verslagen werd. En dat we zeiden van, hoe gaan we om met onze verstedelijking? En toen waren hier sigarenfabrikanten. En die waren zodanig vervuilend bezig in de stad, dat de levensverwachting zo'n 30 jaar werd. Zo'n 30 jaar. Nou, dat is natuurlijk niet echt slim. Ja, dus toen hadden ze gezegd, van, dan moeten we nou wat aan doen. En daar zijn dan de eerste grondwetten uit ontstaan. Die zeiden van, we moeten toch met elkaar een klein beetje verantwoordelijkheid nemen. Naar onze mensen toe. We moeten dus dan dingen gaan reguleren rondom sanitair in de stad. En voorkomen dat ze dit soort spullen lozen in de dommel en dat soort thema's. Dus uiteindelijk een stukje gezondheid. Dus de context van 1814 was een bepaalde context. En dan neem je daar beslissingen over. De context van 1916 was weer een hele andere context. En op een gegeven moment in 1945, na de oorlog, toen gingen we met z'n allen nadenken over die sociale zekerheden. Maar in 1970, toen ontstond er een ontwikkeling in het Verre Oosten, dat China zich langzaam over begon te stellen, lage loonland, en Philips die begon te investeren in China, langzamerhand begonnen de dingen te verdwijnen hier uit Eindhoven. Dat werd uiteindelijk op termijn een gigantische crisis voor Eindhoven. Dus deze stad, die kreeg voor zijn kiezen dat ze heel veel geïnvesteerd had samen met Philips in ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouwkundige ontwikkeling, voor het huisvesten van al dit soort mensen. We hebben nog steeds Drents dorp, hè, en we hebben dat soort thema's. Dat zijn allemaal van die zaken, die komen nog uit die Philips-tijd, dat er een hele hoop mensen geïmporteerd moesten worden om te werken in die fabrieken. Maar als Philips verdwijnt, wat gebeurt er dan? Nou, toen hadden we dus echt een periode van zware werkloosheid hier.
En toen werden keuzes gemaakt om te zeggen van ja, we kunnen eigenlijk helemaal niet afhankelijk zijn van die grote bedrijven. We moeten eigenlijk met elkaar gaan kijken van hoe zit dat nou met werkgelegenheid en diversiteit en dat soort zaken. Dus we gaan iets doen in de vorm van Brainport. En toen ontstond de gedachte van Brainport. En Brainport was dan van we moeten met elkaar innovatief, constant bezig zijn met het bedenken van nieuwe oplossingen volgens de eisen van deze tijd. Nou, dat is een heel boeiend proces geworden, want daaruit ontstonden dus allerlei kleine bedrijfjes, een hele mix van bedrijven, waardoor je veel weerbaarder werd voor tegen crisissen. Dat was dan het Eindhovense gebeuren. Dus als we praten over slimme steden, moeten we toch altijd wel eventjes kijken naar in welke context plaatsen we überhaupt de keuzes. Nou, dus ik was dan verbaasd zelf, hè, dus op een gegeven moment in 2011, werden wij de slimste stad van de wereld. Nou, er zijn nogal wat steden in de wereld. Heel veel steden in de wereld zelfs. Er zijn zelfs heel veel grote steden, megasteden tegenwoordig, van 25 miljoen mensen. Er zijn ook heel veel kleinere steden, tot 50.000 mensen of zo. En dan zijn wij ineens de slimste stad. De allerslimste van de hele wereld. Waar baseren we dat dan op? Hè? Waarom zijn wij slimmer dan Rotterdam? Waarom zijn wij slimmer dan Utrecht? Waarom zouden we slimmer zijn dan Enschede? Waarom slimmer dan Parijs of Londen of Madrid of in India, Bangalore of zo? Waarom zouden wij slimmer zijn dan al die steden bij elkaar? Nou, heeft iemand daar een antwoord op? Nee, ik zie allemaal. Nee, iemand anders misschien? Nee, nou, wat was dan de beoordelingscriteria om ons zo slim te maken? Wij hadden de grootste hoeveelheid patenten per hoofd van de bevolking in de stad. De grootste hoeveelheid patenten. Nou, dat is wel erg boeiend natuurlijk, hè? Dat ik zoveel patenten heb. Ik heb er nog nooit eentje op mijn naam gehad. En ik zal er ook waarschijnlijk nooit eentje hebben. Want die patenten die zijn door bedrijven die hun bedenksels en dergelijke veilig willen stellen. En dat zijn meestal bedenksels in de vorm van producten. Ik denk niet in bedenksels van vormen van producten. Ik denk in maatschappijmodellen. Nou, die kun je absoluut niet patenteren. Daar moet je naar leven op een gegeven moment. Dus ik zal die patenten nooit hebben. Maar wij allemaal hier waren wel blonken uit. Allemaal samen. In de hoeveelheid patenten die we hadden. En daarom zijn wij de slimste stad. Nou, hebben jullie het gevoel dat we echt zo slim zijn met elkaar? Ja, sommigen nee. Nou, maar in erkenning krijgen we wel in de hele wereld. Hè? Dat is toch wel erg prettig. Toen zei ik van, oh, ik denk dat ik hierop mag drukken. En dan komt de volgende. En toen zei ik van, als ik nou eens op een andere manier naar Eindhoven ga kijken. Hè? En ik kijk naar Eindhoven. Eindhoven ligt hier, dat zien jullie wel. Hè? En dit is de luchtvervuiling in Europa. En dan hebben we hier Italië, zwaar luchtvervuiling. Oh, wacht, nou, hoe kom ik nou weer terug? Oh, wacht eventjes, ik heb hier een... Dat ga ik de verkeerde kant op. En nou ben ik weer terug. Nou, als ik hier dan kijk, dan liggen we daar als Eindhoven. En dan liggen we pal in het centrum van het vervuilste deel van Centraal-Europa, wat luchtvervuiling betreft. Oh, en wij noemen ons slim. Met al die patenten. En dan vraag ik mij af persoonlijk van wat doen we dan met al die patenten? Waar zijn al die patenten eigenlijk voor bedoeld? Geen idee. Maar zeker niet om een schone stad te krijgen en een gezonde stad. Echt niet. Nou, en als ik dan kijk naar, dit is een plaatje, is een beetje moeilijk te zien natuurlijk, maar ik zal jullie een beeld vormen. Dit is als de temperatuur van de aarde, opwarming van de aarde verder gaat, dan krijgen we dat de zeespiegel omhoog gaat. En dan zien we dat wij een badplaats worden. Ja, niet heel Eindhoven, maar een belangrijk deel van Eindhoven. En een belangrijk deel van Eindhoven komt ook onder water te staan. Ja, dan zeg je, zijn we nou allemaal met z'n allen zo slim bezig? Sommige wetenschappers die zeggen, ja, dit is normaal. Want dat gebeurt in de honderden duizenden jaren. Heeft dat plaatsgevonden en zo. Dat is gewoon normaal. Andere wetenschappers die zeggen, ja, Almoela, dit doen wij allemaal samen door de manier van onze levensstijl en de vervuilende zaken die wij hebben. De enorme toename van CO2-uitstoot en het feit dat wij in de korte tijd van de laatste 50 jaar door onze geldgedreven consumptiemaatschappij 50% van alle bomen weg hebben gekapt die in de wereld waren. Dus we hebben eigenlijk een heel groot deel van onze biodiversiteit hebben weggehaald. Ja, en dan zeggen wij zijn de slimste stad van de wereld. Dan denk ik van, mis ik toch nog wat. Ja? En vanuit dat bewustzijn, aan de ene kant, vanuit mijn persoonlijk bewustzijn, ik wil een maatschappij die zorg draagt voor gezondheid en veiligheid als kernwaarde, dan zien we dat wij daar eigenlijk niet aan voldoen als stad. Ook niet als land. En dus dan is het zoiets van, hoe draaien we dat om? Nou, was ik in de stad, ik was in 2009...
was ik een stichting begonnen vanuit datzelfde bewustzijn. Dat heet de Stad van Morgen. Dat is een stichting gewoon van jongens, laten we met elkaar gaan kijken van hoe krijgen we een stad en een land die die kernwaarden voorop stelt en niet geld of handel of allerlei andere dingen en dergelijke die we dan vroeger allemaal belangrijk vonden. Maar nu vinden we misschien gezondheid erg belangrijk. En misschien is het zo dat als je dat een beetje verder gaat analyseren, wat zijn de consequenties geweest van zoveel luchtvervuiling? Enorm veel mensen die hart-, vaat- en longproblemen hebben. Enorm veel mensen die gedragsproblemen hebben. We hebben nu associaties gelegd tussen luchtkwaliteit en het ongeboren kind bijvoorbeeld, dat hij veel meer kansen krijgt om met ADHD en gedragsproblemen zich te ontwikkelen. Door die luchtvervuiling. Dus die luchtvervuiling is echt serieus. Dat is iets wat onze leefbaarheid en onze welzijn structureel aanpakt en aantast. Dat zie je dan ook, dat als wij in 2004 kijken naar hoeveel wij betaalden voor de zorg per persoon, wij betaalden 1000 euro per jaar per persoon voor zorg. Hoeveel betalen we nu, 12 jaar later? 5000 euro per persoon. Dat is vervijfvoudigd. Per persoon. Dat wordt ingehouden op salarissen, maar het wordt ook op allerlei manieren ingehouden. De zorg, de eigen risico's en dat soort thema's. En het wordt alleen maar erger. Als het nu na 10 jaar vervijfvoudigd is, wat zal het zijn over 20 jaar? Ja? Dan is het niet meer vervijfvoudigd, dan is het vervijftigvoudigd. Want het is een exponentieel iets. Dat is onhoudbaar. Dat snappen onze bestuurders ook. Die snappen ook dat het op een gegeven moment niet meer houdbaar is, want als wij als maatschappij dit soort dingen constateren, dan de eerste reactie die we hebben, en dat was een reactie misschien van 50 jaar geleden, zal wel loslopen. Dat van die verzuurde regen en dergelijke, want dat was op dat moment eigenlijk het thema. Het zal wel loslopen en we kunnen wat maatregelen nemen. En dan krijg je dus de volgende fase van het zal wel loslopen. We reageren. We reageren op iets, we stellen onze maatschappij niet ter discussie, maar we gaan proberen te reguleren. We zeggen geen spuitbussen meer. Dus oké, dan bedenken we iets anders in de vorm van thema's of tandenpoetsen, met al die bolletjes en dergelijke. Nou, pas 5 jaar geleden hebben we gemerkt dat al onze vissen en dergelijke vol zitten met allerlei plastic bolletjes. En dat wij die plastic bolletjes nou zelf opeten. Dus wat we als tandenpoets hebben uitgespuugd, dan krijgen we hier een andere weg weer binnen. Ja, en samen plastic bolletjes, die doen er honderden jaren over. Dus uiteindelijk, het probleem waar we tegenaan lopen is dat we gewoon onszelf aan het vergiftigen zijn. Ja, en dat is niet slim, dus alle bestuurders die zien dat ook, maar die zeggen ook van ja, maar we hebben wel heel veel geld nodig om alle consequenties te kunnen betalen. Dus eigenlijk moet je nog meer gaan consumeren, want dan kunnen we nog meer belasting overheffen, om dan uiteindelijk nog meer consequenties te kunnen betalen. Nou, dat is natuurlijk ook een onhoudbare zaak. Dus uiteindelijk moeten we werken naar een ander paradigma. We moeten werken naar een andere manier van met elkaar omgaan en omgaan met de natuur. Maar dat beginnen we nou pas te snappen. Er was een Amerikaanse senator die zei, wij zijn de eerste generatie die snapt wat het probleem is. En de laatste generatie die er wat aan kan doen voordat de mensheid misschien zichzelf gewoon uitroeit. Nou, een leuk perspectief, hè? Dan zitten we hier. Nou, en dan komen we dus in aanraking met slimmigheid, hè? Hoe gaan we daar weer mee om? Nou, dan is op een gegeven moment iets waarvan ik zeg van, we hebben een keuze. En die complexe tweestrijd van de mens is tussen leven. Wij zijn een biologisch evolutionair wonder. Ja, wij zijn zo creatief. We hebben die gebouwen hier gebouwd en we hebben allerlei dingen. We hebben vliegtuigen gemaakt. We kunnen naar de maan vliegen, we kunnen naar Mars vliegen. Werkelijk zo creatief, dat heeft nog geen enkel ander diersoort of levende soort heeft dat voor elkaar gebracht. Dus die creativiteit is werkelijk geweldig. We zijn ook mensen die zelfbewust zijn. We kunnen naar onszelf kijken, we kunnen redeneren, we kunnen met elkaar overleggen, we kunnen dingen met elkaar bespreken, we kunnen plannen maken. Dus die creativiteit is werkelijk een zeer natuurlijk, evolutionair, geweldig iets. Maar tegelijkertijd, nu, in deze tijd, die laatste 30 jaar, 40, 50 jaar, zijn we doorgestoten tot een moment dat wij de 6e oorzaak zijn van massavernietiging van leven op aarde sinds de geboorte van de aarde. En de 6e, de eerste 5 waren geen levende wezens. Geen zogenaamde superintellectuele fantastische wezens en dergelijke. Nee, dat waren meteorietinslagen en vulkaanuitbarstingen en dat soort zaken. Dus hele natuurlijke processen, die kunnen nog steeds gebeuren.
Maar het is zoiets van, ik vind het wel een hele boeiende paradox. Dat we hier aan de ene kant zo ongelooflijk slim zijn. En de andere kant zo ongelooflijk vernietigend zijn. Dus als we kijken, als dat een keuze is. Ja, dan hebben wij allemaal hier in de zaal een keuze. Dan kunnen we zeggen van, alles wat ik doe in mijn dagelijks leven. Hoe veel draag ik bij aan de vernietiging? En alles wat ik doe vanuit mijn creativiteit en van mijn eigen wereldwonder aspect die we allemaal zijn. Wat doe ik eigenlijk aan bijdragen van de oplossing? Het is een simpele keuze. Ja? Een hele simpele overweging. En dat is een bewustzijnsgedreven overweging. Dus toen ik bewust werd samen met mijn kinderen en mijn alleenstaande vaderschap. Dat een kernwaarde eigenlijk behoort aan deze kant van het leven. En dat we daar creatief mee om moeten gaan om te zorgen dat die vernietiging van luchtvervuiling en al dat toestanden, dat we die op moeten lossen. Nou, dan heb ik voor mijzelf een slimme uitdaging van hoe ga ik om met die werkelijkheid. Dus ik ben op een gegeven moment naar de wethouder toegestapt en ik zeg van ik wil de gezondste stad van de wereld creëren. En dat is Eindhoven. Ja. Een brainwave, niet een brainwave. Echt, nee, dat is van binnenuit geboren, hè? Want dat is vanuit je volste overtuiging. En toen zei de wethouder, ja, maar dat wil ik ook. En dat werd even leuk, hè? Want dan is het zo van, hé, we willen samen wat. Ja, en dan heb je eigenlijk al een mini-maatschappijtje. Hè? Dus zoiets van, het is niet meer die gek op de zeepkist die staat te roepen van, het gaat allemaal fout. Nee, dat is ook zoiets van, hé, we kunnen het samen doen. En die wethouder heeft ook nog eens een keer een machtpositie en dergelijke. Dus die kan ook nog deuren openen die een beetje verder gaan dan dat ik als alleenstaande vader met twee kleine kinderen kan doen. Dus dat is wel prettig. Ja, en toen zijn we gaan rondvragen en toen zei ik van, wil nog meer mensen dit? En toen bleek dus toch wel een hele hoop mensen eigenlijk die gezondheid heel hoog in het vaandel hadden. Vaak ook mensen die al ongezonde problemen hadden gehad. Hè, die wilden dus ook graag werken aan die gezondheid. En zo ontstond er een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband tussen burgers, een burgerinitiatief, samen met de overheid, samen met het bedrijfsleven en samen met de wetenschap. En dat noemden we, hebben we een naam gegeven, ERIAS. En dat staat regelmatig in de krant, ERIAS, want we zijn al samen gewoon bezig, structureel, deze stad aan te pakken vanuit gezondheid. Ja, en toen kwamen we met het, en toen zeiden we, nou, komen we allemaal bij elkaar, dus ik ga niet eerst naar de wethouder toe en daarna naar een burger, wat wil jij? En nee, stop het hele soortje rond de tafel en gaan kijken van, jongens, wat gaan we doen? Ja, en de ene is wetenschapper en de andere heeft beleid. En dan zeggen we, hoe kunnen we tot elkaar komen? Wat is de eerste stap? En de eerste stap was, en dan komen we in jouw gebied, hè, en dan komen we het gebied van, we hebben sensoren nodig, van we weten voor God niet hoe die luchtkwaliteit hier in de stad echt is. We weten dat vanuit het ministerie van Volksgezondheid, die heeft metingen gedaan, die doet al 30 jaar metingen, die geeft ons resultaten, die heeft twee sensoren hier in de stad staan. Maar wat is eigenlijk onze blootstelling? Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, toen hebben we gezegd, we gaan samen 35 kastjes ophangen, want dat was economisch gezien wat haalbaar was. We proberen dat low cost te doen en in real time. Dat betekent dat we echt konden zien op elk moment van de dag wat de luchtkwaliteit was overal in de stad. Nou, sinds 2013 hebben we dat geïnstalleerd. En we zijn uniek in de wereld. We zijn ineens uniek in de wereld. De hele wereld komt hier kijken van, hoe doen jullie dat? En durft de overheid dat ze zo'n meetkastje op een speelplaats hebben? Jullie weten, als jullie in de context van Eindhoven, dan is hier de Rondweg. En dan hebben we de Montgomerylaan. En precies op de hoek daarvan, daar staat een school met van die rode vleugels erop en dergelijke. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ja, en speelplaats is precies op die hoek. En dat zijn twee van de drukste wegen. Nou, een normale ouderwetse overheid van andere steden die zou ver weg blijven met een meetstation daar in de buurt van die schoolplein. Want wat niet weet, wat niet weer deert. Want natuurlijk, anders krijg je natuurlijk allerlei vragen bij de raad. Of je krijgt vragen aan de wethouder. Van zijn wij onze kinderen aan het vergiftigen? Wat doet Eindhoven en wat doen wij samen? We zeggen, nee, ben je gek? Wij gaan juist daar meten wat we willen. Vinden belangrijk. En we belangrijk of we maatregelen moeten nemen voor de veiligheid van onze kinderen. Nou, en dan zeg ik, en voor mij toen we in 2012 die wereldwijde aankondiging deden in de raadzaal. En dat de wethouder aan mij vroeg van mag ik op mijn eigen stoel zitten. Want het was eigenlijk een soort burgerkaping van het hele beleid. Van jongens, we gaan niet meer op de oude manier verder. We gaan verder op een nieuwe manier. En we maken gezondheid sturend. Dat was een geweldige happening. Dat was voor mij iets van, hé, er is een kiem ontstaan van die nieuwe maatschappij waar ik volledig achter sta. Namelijk gezondheid, veiligheid, dat soort kernwaarden staan voorop.
Dat was heel erg mooi. Maar ja, dan moet je het nog verder waarmaken natuurlijk. Want als je een paar meetsensoren ophangt, dan denk je dat je klaar bent. Maar dan begint het pas natuurlijk. Hè? Want dan krijg je inzicht. Dus eind 2013, voor de eerste keer, konden wij kijken naar hoe zit het met de stad. En de luchtvervuiling in de stad. En wat gebeurde er? Nieuwjaar. Ja, nieuwjaar. En nieuwjaar, dat is geweldig. Dan konden we zeggen, van, ja, hoe zit dat nou met het vuurwerk, hè? En nou, god, zie mij, ongelooflijk. Het is werkelijk een piek. Een piek van ultrafijnstof. Een fijnstof wat wij hebben gezien. Hè, want we kijken naar de allerkleinste deeltjes die er zijn. Nou, we schrokken ons te pletter. Het was zo erg dat onze meetapparatuur het niet aankon. Nou, dat kun je je voorstellen. En dan zeg je, hey, dat is onze hobby. Hè? Dat doen we voor de lol. Hè? Eventjes voor de lol. Dus je gaat je afvragen. Van als we praten over luchtvervuiling, dan wijst iedereen naar het Roergebied en naar Antwerpen. En dan wijst iedereen naar iedereen ver weg en dergelijke. Want die zijn allemaal bezig ons te vergiftigen. En dan kijk ik naar het vuurwerk en zeg, dan zitten we al de rotjes af te steken. Dat doen we allemaal zelf. En wat is onze eigen verantwoordelijkheid? Nou, daar eens eventjes naar kijken. Nou, vorig jaar hebben wij een onderzoek gedaan met medisch onderzoek. Hebben we een hele hoop vrijwilligers hebben gehad. En die hebben dus hart- en vaatonderzoek gedaan. Hebben dus gekeken van hoe zit het nou eigenlijk met onze levensstijl. En met hart en vaat de effecten van luchtvervuiling op onszelf. Ja? Nou, een heel prachtig team hebben we samengesteld, heel complex. We hebben het ook met de marathon gedaan, we hebben het ook met sporters gedaan. Het was ook hartstikke leuk. En toen hebben we inzicht gekregen dat onze levensstijl eigenlijk heel erg vervuilend is. Als wij stofzuigen, gaat er zoveel fijnstof de lucht in en dergelijke, dat we eigenlijk bezig zijn onszelf ziek te maken. En dan denk ik ook van, eigenlijk is de bedoeling met die stofzuiger dat we het schoon krijgen. En dat is toch wel heel raar als je dan meetapparatuur erop zet, dat je eigenlijk tot de ontdekking komt dat je eigenlijk heel slecht bezig bent voor je eigen gezondheid. Dus stofzuigen is helemaal niet zo goed. Wij, als we hier kijken naar de manier waarop wij huizen hebben gebouwd, en we moeten boren in de gaatjes boren om een schilderij op te hangen, dan komt er een hele hoop stof vrij. Maar dat steenstof en dergelijke, dat is heel erg schadelijk voor de gezondheid. Dat is eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar daar staan we niet bij stil. Wij hebben toen in 2014, vlak voor de zomer, hadden we een piek ineens die we zagen om 12 uur 's nachts. En ik denk van waar komt die piek nou weer vandaan? Hè? Want om 12 uur 's nachts is er zoveel verkeer en over de hele stad verspreid. En ik was heel verbaasd. Dus de volgende dag ging ik iedereen bellen in het hele team, hè, al die wetenschappers en zo, van jongens, wat is hier in godsnaam aan de hand? Om 12 uur 's nachts. Nou, het was een zwoele zomerse avond, het was een hele fijne avond en het was vakantie. De vakantie was net begonnen, de bouwvakvakantie, maar niemand die was nog weg. En iedereen die was naar de IJzerman geweest, hartstikke fijn, allemaal bruin, op dat moment nog rood verbrand, want het was de eerste echte dag. En iedereen die was aan het barbecue geslagen. Nou, maar dan verwacht je dat met barbecue, dat de fijnstofgehalte en dat je dat zichtbaar hebt op het meetsysteem, op het moment dat iedereen aan het barbecue is. En we zitten op 12 uur 's nachts zijn we echt niet aan het barbecue. Ja, uitzonderingen dagen later natuurlijk. Maar dus waarom zagen we het pas om 12 uur 's nachts? Nou, dat kwam omdat de luchtvochtigheid op dat moment heel erg hoog werd. Ozon was heel erg hoog. En door de combinatie van ozon, de gassen van die barbecue, van vleesverbranding, dat allemaal samen opgeteld om 12 uur onder die omstandigheden was een chemische reactie in de lucht. En toen werden allerlei mensen ziek, misselijk, hadden slapeloze nachten. Sommige mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, dat soort zaken en dergelijke. En dat was ineens iets van, en wij zagen ineens van groen, want toen gaven we nog een kleurcode groen als het goed was. Dat doen we tegenwoordig niet meer, want groen geeft de indruk dat het goed is. Maar het is nooit goed als er luchtvervuiling is, al hoe klein ook natuurlijk. Maar dus nou, tegenwoordig doen we het al blauw. En dan zeggen we, nou, dat is goed genoeg. Maar kan altijd beter. Wij richten ons ook niet op de norm van het ministerie bijvoorbeeld. Want die norm die is twee keer zo hoog als de norm van Europa. En bijna drie keer zo hoog als de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus wij trekken ons niks aan van de normen van Nederland. Wij trekken ons aan wat doet het met onze gezondheid. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus Erias begint langzaam. Want toen elke keer kwamen we weer met koppen in de krant. En dan kreeg ik weer opmerkingen van je ligt weer een keer bij ons op de keukentafel. En zo ging dat de hele tijd door. Elke keer hadden we weer ervaringen die we dan communiceerden met elkaar via de blog en dat soort thema's. En we leren er gigantisch veel. Ja, oh, heb ik nog een uurtje of twee? Oké. Okay. Dan, dus
dit soort leerprocessen, die communiceerden we met al onze partners en de burgers via blog. Maar als ik een blog schreef, dan kwam het op Twitter en dan hing er meteen weer een verslaggever aan de lijn. Hè. Zo van, oh, kunnen we er ook over praten in het Eindhoven Dagblad. En zo ontstond een beweging. Die beweging heeft ertoe geleid. Toen wij in 2011 begonnen, was het nog vanuit innovatie in de bestuurlijke wereld. Toen was het nog vanuit burgerparticipatie. Maar toen 2 jaar geleden na de raadsverkiezingen de coalitievergaderingen waren, toen werd gezondheid als beleid opgenomen. Ja, dat is natuurlijk een doorbraak. Hè? Dat alles wat hier in de stad gedaan wordt, getoetst wordt aan gezondheid. Wauw. Ja? En dan merk je dat er een hele hoop dingen natuurlijk verkeerd functioneren in de stad. Dus nou zijn we aan het kijken van, wat zou er gebeuren als we bijvoorbeeld de Westdijk zouden afsluiten en daar bomen neerzetten en groen en allemaal terrasjes en dergelijke. En voor de kinderen een klimwand, bijvoorbeeld tegen de admirant. Ja, dat ze daar kunnen klimmen en klauteren en dergelijke. En wat zouden wij er allemaal van vinden als de stad zich zou ontwikkelen? Dan moeten we misschien niet meer met de auto naar de stad komen. Dan kunnen we zoeken een andere manier om naar de stad te komen. Nou, hoe gaan wij daarmee om als mens? Hè? Maar wel vanuit het perspectief, we willen wel de eerste gezonde stad zijn van de hele wereld. Deze week hadden we ruim 500 mensen uit heel Europa in Eindhoven. En hebben daarover kunnen praten. Aanstaande zaterdag komen 30 mensen van de citymakers uit heel Europa hierheen. En we beginnen op het stadhuis en daarna neem ik ze rond door de hele stad. En dan praten we hierover en dan vertellen we dit verhaal. En ze komen zich allemaal inspireren, want uiteindelijk willen ze allemaal hetzelfde. Ze willen allemaal dat die gezonde stad. Hoe doen we dat? Nou, we hebben eerst een keuze gemaakt. We hebben gezegd, ja, ophouden met dat gedoe van machtposities en dat soort thema's in de stad en zo. Als wij een gezonde stad hebben, hebben wij samen al verantwoordelijkheid. Want wij steken die barbecue aan, wij steken die kaarsjes aan, wij rijden op die scooters, wij pakken de auto. Dan kunnen we wel kritiek hebben op het verkeer. Maar wie zit er in die auto en wie pakt die auto? Dat zijn wij zelf. Nou, dus uiteindelijk is het zoiets van 50% van de verantwoordelijkheid is van ons. En de andere 50% is die politieke, economische werkelijkheid die we hebben, die ervoor zorgt dat wij in de auto moeten gaan zitten, woon-werkverkeer en dat soort zaken, allerlei dingen doen, al die fabrieken en dat soort thema's. Dus we moeten 2 dingen aanpakken. Aan de ene kant politieke, economische werkelijkheid, dat is een lastige. En de andere, ons eigen gedrag. Nou, ons eigen gedrag is veel gemakkelijker, want dan zit je weer in die context van de keuzes. Ja, kies ik voor gezondheid en het leven, of kies ik voor de dood en vernietiging, dat soort zaken. Dat is de eigen keuze, ook voor onszelf. Ja, dus dat is de eerste keuze. Tweede keuze is, we gaan multidisciplinair met elkaar samenwerken. We gaan het allemaal samen doen. Overheid, wetenschap en iedereen samen. Nou, dan maken we plannen. Dit is toevallig een groep uit Turkije. En die zei van, ja, bij ons gaat het eventjes niet over gezondheid. Want we zitten namelijk weer allemaal landmijnen door die oorlog in Syrië. En we zijn erg bang dat onze kinderen dadelijk ontploffen en zo. En dan hebben wij toevallig een ondernemersgroep hier zitten. Die hebben met drones een systeem ontwikkeld. Waardoor ze landmijnen kunnen opsporen en daar een bommetje op leggen. En dan gaan ze al die landmijnen. Die hebben een doelstelling over 10 jaar geen landmijnen meer. In de hele wereld niet. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Want dat past heel sterk ook in mijn stramien van veiligheid. Maar ook heel sterk bij deze jongens. En dit is de gouverneur. En die komt bij ons op bezoek. En wij presenteren die waardegedreven innovaties die we hier aan het ontwikkelen zijn. Dus op dat moment zeg ik, jongens, nou beginnen we echt een slimme stad te worden. Hè? Nu zeg ik, van nou zijn we die eer van 2011, zijn we nu wel echt waard. Want we zijn dingen aan het doen die echt toe doen. Nou, na een multidisciplinair creatieplan, samen doen. En dat samen doen, dat doen we echt vanuit ons hart. En de derde is, en vierde is, dat we samen met elkaar ook de successen vieren. Nou, we hebben nogal wat feestjes achter de rug. Echt geweldig, want er zijn hele stappen gemaakt. Het is zelfs zover dat we nu op provinciaal niveau bezig zijn met de Brabantse Helsdeal. En dit is een voorbeeld ervan. De blauw-groene ruit, Eindhoven, Helmond, omringd door water, door de kanalen. En we zijn slim, creatief bezig en we zijn iedereen erbij aan het betrekken die mee wil doen, om hier samen die hele gebiedsontwikkeling te doen vanuit gezondheid. Recreatie en mobiliteit vanuit gezondheid, op een andere manier met mobiliteit. Vandaag hadden wij een meeting en toen ging het over geluk en gezondheid. Nou, en dan zijn we dus echt bezig met dit soort zaken. Ondernemers die erbij betrokken zijn en iedereen wordt er zo enthousiast van. Dat is geweldig. We publiceren er zelfs boeken over. Nou, het eerste boek dat ik had geschreven is, nou, we hebben het maatschappij een naam gegeven, want dan weten we tenminste waar we het over hebben. Dat heet Sustainocratie, dat is in het Nederlands.
Nou, dat is leuk, hè? Dan zie je hier ook hoe we allemaal met elkaar samenwerken en de mens centraal stellen. En de tweede zaak die we hebben gedaan is onze ervaringen met Erias, die hebben we dus wereldwijd gepubliceerd. En dat is, dit doen we ook nog eens een keer voor gratis download, zodat iedereen, dat er niemand een drempel heeft om te leren van hoe wij hiermee omgaan. Want het gaat uiteindelijk niet om een boekje, het gaat om die gezonde verstedelijking in de hele wereld. Dus als jullie vanuit mijn opdracht hier vragen van hoe ziet dan Eindhoven over 100 jaar uit, geen idee. Want ik weet niet hoe hoog die spiegel gaat worden. En ik weet niet of het hier onder water komt te staan. Ik weet ook niet of we allerlei voedseloorlogen gaan krijgen en dat soort zaken. Want die spanningen die lopen natuurlijk nog steeds. Kernwaardegedreven activiteiten zijn wij wel mee bezig. Maar zoals ik zei, we zijn de eerste in de hele wereld. En ze komen allemaal kijken. En hoe snel kan het gaan om de rest van de wereld mee te krijgen in dit soort processen? Nou, dat gaat verrekte langzaam. Dus eigenlijk, ja, het gaat nu wel met een sneltreinvaart, hoor, want we zijn er echt 5 jaar mee bezig. En als ik nu al tientallen steden bij ons krijg die hier zich aan laten spiegelen en inspireren, dan is dat natuurlijk een gigantisch succes. Maar over 100 jaar, hoe staan we ervoor? Ja, dat is even koffiedik kijken. Wat ik wel kan zeggen is dat we op dit moment de basis leggen, hier in Eindhoven, voor wat over 100 jaar zou kunnen zijn. En dat over 100 jaar... waar de 5 kernwaarden van sustainocratie de wereld in hebben gebracht als structureel onderdeel van onze manier van samenleven, dat is essentieel. En die zijn gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid. We doen het samen. Allemaal, samen. Zelfbewustzijn. We weten waar het om gaat, omdat we kunnen meten, we kunnen het inzichtelijk maken, maar we kunnen het ook vertalen, interpreteren en uiteindelijk tot actie en innovatie brengen met elkaar. En de vijfde is, dat zijn de basisprincipes die we nodig hebben elke dag. Elke dag hebben we 1 kilo eten nodig, 3 kilo drinkwater. En dat moet het liefst gezond zijn en niet gemanipuleerd. Dat moet zo gezond mogelijk zijn. En het liefst met onze eigen betrokkenheid. En hoeveel kilo lucht hebben wij nodig per dag? 30 kilo lucht. Nou, het is nogal wat, hè. Als we dat vervuilen, vervuilen we onszelf. Als we onszelf vervuilen, vervuilen onze kinderen en alles en onze toekomstperspectieven. Als we er vanaf vandaag met z'n elkaar allemaal wat aan doen om die 5 kernwaarden voorop te stellen in al onze keuzes, op datzelfde moment ontstaat de toekomst. En dan hebben we echte slimme steden. Dan hebben we echte slimme gebiedsontwikkeling zoals we hier het goede voorbeeld geven in de rest van de wereld. En waar ze ons voor opzoeken. Nou, en dan zeg ik, ja, dan zijn wij erin geslaagd om als Eindhoven die prijs te hebben in 2011 van de slimste stad. En dan heb ik mijn keuze van 10 jaar eerder, dat ik zeg van ik wil een andere maatschappij, heb ik ook waargemaakt. Nou, daar ben ik heel blij om. Dank u wel. Dank je wel. Blijf nu even staan. Aan de energie geen gebrek, zo te horen. Verhaal over de ontwikkelingen die komen gaan en de stip aan de horizon. De stad van morgen heet het initiatief ook, hè? Als mensen geënthousiasmeerd zijn en ze willen aanhaken, hoe kunnen ze dat het best doen? Want het is een ontzettend grote groep burgers, maar ook politici. Hoe kunnen mensen aanhaken als ze dat zouden willen? Nou, om te beginnen, Stad van Morgen is vooral de onderzoeksstichtingen, maar de initiatieven heten ERIAS, STUR, Leercoöperatie, de Fresh Coöperatie, gaat over voedsel, recreatie, energie en dat soort zaken. Ja, het is gewoon een kwestie van zeggen van ik wil het ter harte nemen, wat voor initiatief kun je nemen? Kijk om je heen welke mensen je erbij betrekt. Laat het ons weten en we kunnen je helpen. We hebben allerlei platformpjes waarin we dingen doen waar je kunt aanhaken als ondernemer of als burger of zo. Je kunt met de scholengemeenschap in je buurt kun je werken. Er zijn zo ongelooflijk veel mogelijkheden. Ja, als ik het ga voorkouwen, dan doe ik jullie tekort. Want elke keer als ik heb gezegd van ik plan iets, dan komen jullie met een ander idee dat veel beter is. Dus ik laat het liever aan jullie over. En dat ik dan uiteindelijk faciliteer door te zeggen van nou, kan ik Europese middelen of lokale middelen aankoppelen? Kan ik de bestuurders eraan koppelen en dat soort zaken om het allemaal ook waar te maken? Dus het is eigenlijk een uitdaging die ik toch weer teruggeef aan jullie. Dat is helder, maar als we die keuze hebben gemaakt, hoe vinden ze u dan? www.stadvanmorgen.com, erias.com. Dat soort dingen. Jean-Paul Closé. Mag ik een applaus? Dankjewel. Jullie krijgen het applaus meteen terug. Wat jullie ook krijgen is een 5 minuten break. Om even op adem te komen. Misschien, ik hoop dat de lucht hier fris genoeg is. Als we daar ook 30 kilo nodig hebben op zo'n dagje. Ik wil jullie heel graag terugzien om 8:30. Want dan is het tijd voor de tweede spreker. Dus graag tot zo. Dankjewel.
Als jullie er klaar voor zijn, dan ben ik dat ook. Werkt die? Nu vast wel. Kijk, daar gaat hij. City TV is er ook weer bij. We gaan door met deel 2 van de avond. Themaavond Slimme Steden. We hebben de eerste spreker net gehoord. Vooral de filosofie daarachter. Waar zet je op in en hoe draag jij bij aan hoe de wereld gaat veranderen? En ik zie hier en daar een paar bekende gezichten van allemaal Eindhovenaren die eigenlijk wel heel bewust zijn en die op vergelijkbare programma's waar ze naartoe komen uiteraard. En ik ben benieuwd of jullie ook zelf bewust zijn om al eens nagedacht te hebben over jullie eigen kernwaarden. Wel een hele bijzondere exercitie. Wat is nu echt heel belangrijk voor jou als persoon? We hebben net veiligheid en gezondheid gehoord. Twee hele grote begrippen. Maar wat zijn die voor jou eigenlijk? Misschien kunnen we daar ook wel eens een thema aan wijden. Wat ik wel kan vertellen, wat ik al eerder aangaf, is dat de verschillende programmaonderdelen op de planning staan. 8 juni is er een, moet ik even spieken voordat ik alles elkaar haal, een meet-up. En die gaat over dit onderwerp. Dan is er ook nog een filosofie-workshop op 10 juni. En die is hier in de Biep. En die gaat over het thema van de vorige Tegenlicht Meetup. En dat was geluk. Vorige week was het ketelhuis op Strijp S afgeladen vol om het daar te hebben over het rendement van geluk. Een vorige aflevering van Tegenlicht die mensen ook thuis hebben kunnen zien. En daar volgt dan weer op 14 juni een jump op van de Jump Movement op Strijp S. Om verder te gaan verdiepen. En dat is ook op dit thema. Dadelijk na de tweede spreker en de interactie zoomen we nog even in wat de Biep nog meer voor jullie in petto heeft met dit feestelijk jaar, 100 jaar de Biep. En ik denk dat het slim is om door te klikken naar de tweede spreker, dat is Linda Vlassenrood. En wat ik al zei, zij komt van buiten de stad, dus misschien heeft zij wel een hele frisse blik op hoe die slimme stad, Brainport, Eindhoven, de slimste stad ter wereld, uitgeroepen in 2011, daadwerkelijk die slimme stad kan worden met big data. En zij is karttrekker, programmamanager van een project dat daar inderdaad invulling aan geeft. De staat van Eindhoven, waarvoor de gemeente Eindhoven en het nieuwe instituut in Rotterdam de handen in één hebben geslagen, om echt heel concreet in wijken aan de slag te gaan met die stad van morgen. Hoe ziet die eruit? Hoe betrekken we mensen erbij? En kunnen we met data daadwerkelijk in kaart brengen wat er leeft in wijken? Of zien we door die sensoren, waarvan we denken dat die alles meten, juist heel veel cruciale thema's over het hoofd? We gaan er van alles over horen door Linda, die ook het een en ander vertelt over het project Data Studio, burgerparticipatie. Mag ik van jullie een applaus voor Linda Vlassenrood? Dankjewel voor deze introductie, een mooie samenvatting van het project en natuurlijk hartelijk dank voor de uitnodiging om een bijdrage te leveren aan deze avond. Ik wil graag iets vertellen inderdaad over de staat van Eindhoven, een programma wat eind vorig jaar is begonnen en wat loopt tot eind volgend jaar. En met name de datastudio die in de komende maanden van start gaat in Woensel Noord. Het zal een iets ander soort van verhaal worden, simpelweg omdat ik geen filosoof ben, maar een architectuurhistoricus. Dus ik ben vooral geïnteresseerd in hoe steden zijn ontworpen en hoe ze vervolgens functioneren. Dus dat is ook mijn blik waarop ik naar Eindhoven kijk. En wat dat betreft is denk ik is het interessant als het gaat over slimme steden. Er zijn heel veel verschillende soorten van slimme steden. Er is niet één soort slimme stad. En dat is eigenlijk waar ik een beetje mee wil beginnen. De staat van Eindhoven is een programma, zoals gezegd, in samenwerking met de gemeente Eindhoven. Het is een vraag direct gesteld aan het nieuwe instituut door de wethouder Marianne Schreurs. Die heeft het nieuwe instituut benaderd met de vraag om een programma waarin we vanuit een culturele optiek konden nadenken over de belangrijke culturele transities in onze maatschappij. Het nieuwe instituut zit in Rotterdam. Het is een culturele instelling die gaat over de creatieve industrie. Dus dat is architectuur, design, mode, maar ook digitale cultuur. En wat wij belangrijk vinden of interessant vinden is dat innovatie eigenlijk altijd gepaard gaat met conflict. En dat is eigenlijk de reden waarom Marianne Schreurs ons heeft gevraagd om met die blik ook te kijken naar de belangrijke transities in onze maatschappij. Die overigens niet alleen uniek zijn voor Eindhoven, maar ook natuurlijk in andere steden in Nederland en ver daarbuiten spelen. Enerzijds de wens om een smart city te zijn.
Ik denk dat er geen enkele zichzelf respecterende stad zegt dat ze zelf geen smart city zou willen zijn. Maar dat is vaak een top-down ingeschoven besluit. Ook in Eindhoven is het toch een besluit met name van de gemeente om dat te willen zijn. En anderzijds een andere belangrijke transitie, namelijk de participatiesamenleving. Waarin we natuurlijk sinds een aantal jaren mee te maken hebben. Namelijk dat we eigenlijk gedag zeggen tegen de sociale welvaartsstaat. En vragen aan mensen om steeds meer een rol te vervullen in het genereren van sociale welvaart met elkaar. Dus er is een verschuiving gaande tussen de rol van de overheid, de burger, maar ook de markt en andere partijen. En hoe ziet die veranderende transitie, hoe zien die veranderende verhoudingen eruit? En wat is dan de positie, zeg maar met name ook, van de burger in relatie tot de overheid? En dat is een transitie waar Eindhoven volop mee bezig is, net zoals dus heel veel andere steden. Maar wat ik merk ook met een wethouder Merre en Schreurs, die ook die discussie omarmt als zijnde, we moeten daar meer aandacht aan besteden. En kijken of we een programma kunnen ontwikkelen waarin we niet alleen maar reflecteren, maar ook dingen doen. Ik ben vorig jaar gevraagd om daar een programma voor te schrijven, waarin ik het dus erg interessant vond om die smart city aan die participatiesamenleving te koppelen. Want de smart city is vaak enerzijds iets wat door een overheid wordt ingegeven. Tegelijkertijd vragen we bewoners om een grotere rol te spelen. En hoe verhouden die twee zich dan tot elkaar? En uiteindelijk gaat dat programma, althans vind ik, in de kern om de vraag waarom, hoe en met wie gaat de burger van Eindhoven bijdragen aan de slimme stad? En dan is natuurlijk ook de vraag, wat is dan die slimme stad? En we hebben al eerder gehoord deze avond dat daar verschillende versies van bestaan, van wat een slimme stad is. Om even over dat discours van die slimme stad te beginnen. Mijn achtergrond is architectuurhistoricus. Dit is een plaatje van Nusongdo, een nieuwe stad vlakbij Seoul. In Zuid-Korea. En als je dus kijkt naar hoe wij met onze steden omgaan, dan zien we eigenlijk een aantal ontwikkelingen, waarvan de eerste eigenlijk heel belangrijk is geweest aan het eind van de 19e eeuw, de tuinstadbeweging. Op basis ook van heel veel industrialisering en vervuiling was dat het eerste belangrijke model waarin we probeerden om zeg maar, in stedenbouwkundige modellen zeg maar, meer balans te vinden in hoe wij als personen konden samenleven met de natuur. En dat was een belangrijke ontwikkeling, de Garden City Movement, die eind 19e eeuw in Engeland is ontstaan en daarna heel veel navolging heeft gekregen. Een tweede belangrijke ontwikkeling is eigenlijk de functionele stad. Om ten tijde van het modernisme, waarin ook de auto een prominente rol krijgt in dat stedenbouwkundige model, waarin we uitgaan van een hele functionele scheiding tussen wonen, werken, vrije tijd en verkeer. Maar ook lucht, licht, lucht en ruimte in hoe we met onze woningbouw omgingen. Kortom, dat is een ander heel belangrijk model. Wat die twee modellen overigens met elkaar gemeen hebben, is dat het altijd ging over een inclusieve samenleving. Dus voor alle lagen van de bevolking. En dat is een belangrijk punt, want daar wil ik graag zo meteen ook nog op terugkomen. Nu zijn we in een soort derde belangrijke ontwikkeling terechtgekomen, de smart city. Het discours van de smart city ongeveer sinds 2008, waarin het vooral gaat om hoe kunnen wij op een nieuwe manier omgaan met al onze duurzaamheids- en veiligheidsvraagstukken. En de smart city probeert met technologie daar een antwoord op te bieden. Namelijk vooral ook met heel veel sensoren onze steden beter meten. En als we onze steden goed meten en goed kunnen monitoren, dan worden ze hopelijk efficiënter, veiliger en schoner. Nusongdo is gebouwd volgens dat principe. Het is een nieuwe stad en dat is natuurlijk anders dan een bestaande stad die gedurende de jaren en decennia transformeert, maar het is een nieuwe stad. En dit is een plaatje en dat is ook meteen de irritatie die ik daarbij voel, wat vrij inwisselbaar is. Er zijn heel veel van dit soort plaatjes voor nieuwe steden die in heel Azië uit de grond worden gestampt en dus ook in delen van Afrika. Wat is mijn frustratie ermee? Is dat een smart city, dus ook deze, een antwoord moet bieden op onze duurzaamheidsvraagstukken. En wat zie ik hier? Een zesbaans autoweg waarin de stad volledig gericht is op de auto. Vervolgens zie ik dit soort torens waar mensen in moeten wonen en werken. En het zal ongetwijfeld volhangen met sensoren, ik geloof het meteen. Maar is dit ons meest duurzame antwoord op de vraagstukken waar wij mee te maken hebben? We weten dat meer dan de helft van onze bevolking woont in steden. En we moeten zuiniger zijn met onze bronnen. En dan geloof ik dus niet dat je dit soort steden moet maken op deze manier. In die zin is het een hopeloze, ouderwetse stedenbouw, met alle respect. Maar dit is wel een voorbeeld van een smart city wat veel navolging krijgt.
waarbij dit dan ongeveer het enige stedelijke leven is dat je ziet. Waarbij Cisco, een andere grote partij, en dat kwam natuurlijk in die uitzending van Tegenlicht uitermate goed naar voren, dit soort belangrijke technologie verkoopt aan steden, waarbij mensen, en hier kan je het ook zien in dit soort systemen, heel goed well-connected zijn en bij wijze van spreken kunnen communiceren met de huisarts, met de scholen, met de gemeente, eigenlijk vanuit hun eigen huis. Fysiek zouden ze niet eens het huis uit moeten gaan. En de irritatie, of in ieder geval wat ik hier kritisch aan vind, heeft dus eigenlijk met vier punten te maken. Namelijk enerzijds dat het gaat over smart cities die in die zin geen innovatie leveren voor hoe wij onze steden vormgeven. Dus een smart city is dus niet alleen technologie, maar zou eigenlijk ook innovatie moeten meebrengen van hoe geef je ze daadwerkelijk vorm. Maar ook dat er grote marktpartijen zijn, zoals Cisco, Siemens en anderen, die heel veel geld verdienen aan data die wij produceren, doordat wij gevolgd worden, maar eigenlijk passief gevolgd worden. Dus wat is de rol die wij hebben in al dat dataverkeer? En het laatste punt, denk ik, is misschien nog wel het meest. Of tenminste, grote partijen als Cisco en Siemens, die hebben bijvoorbeeld in Nieuw-Songda natuurlijk, dat is een ander soort maatschappij, maar die verhouden zich tot gezondheidszorg en andere belangrijke waarden. En de vraag is, moeten marktpartijen dat doen? Of moet dat ook nog steeds in samenspraak met overheden? Dus dat is die transitie die op dit moment speelt. Maar het laatste punt is misschien wel het belangrijkste punt, want op het moment dat je geen geld hebt, dan kan je niet een nieuw Songdo leven. En dan doe je dus niet mee aan dat deel van die maatschappij. En dat is dus een belangrijk punt als we het hebben over nieuwe steden, het maken van nieuwe steden, dat het gaat over die verschillende partijen die er allemaal een rol in hebben. En hoe creëer je dan een inclusieve maatschappij? Dus het moment dat je de stap maakt naar dit soort slogans, en dit zijn ook plaatjes die ook steden als Amsterdam en Eindhoven gebruiken, hè, just join in and be smart. Enerzijds is dat natuurlijk cynisch als het gaat om wat gebeurt er dan met de data die ik aanlever. In de wetenschap dat je weet wat die data doen. En heel veel mensen zijn zich denk ik daar nog niet altijd even goed bewust van. En het tweede punt is just be smart. Ik vind het al lastig om het te verhouden tot de smart city. Als het gaat om technologie en alles wat het met zich meebrengt. Laat staan andere lagen van de bevolking. Dus het is niet zo simpel om just join in and be smart. Het is een enorme exercitie en een grote opgave waar we ons misschien niet altijd even bewust van zijn. Dus het programma, de Staat van Eindhoven, zegt mind the gap. Als je het wil hebben over een inclusieve maatschappij waarin heel veel zaken veranderen, en dat kwam ook in die Tegenlichtuitzending heel duidelijk naar voren. De stad van de toekomst is nu al gaande. En op het moment dat we het hebben over data en de data die worden gegenereerd, dan weten we daar soms nog maar heel weinig van af. Plus dat de regelgeving vaak nog heel erg achter de feiten aanloopt. Dus we weten eigenlijk nog niet zo goed hoe we met al deze materie om moeten gaan. En dat speelt ook in Eindhoven. Dit is was een andere uitzending van Tegenlicht, die jullie ongetwijfeld ook hebben gezien. De macht aan de stad uit 2014. Eindhoven, nou goed, ik hoef denk ik de geschiedenis van Eindhoven niet aan jullie uit te leggen. Dat weten jullie veel beter dan ik. Maar het is natuurlijk interessant om te zien dat het een hele moeilijke fase achter de rug heeft gehad. En dat het natuurlijk uit dat dal is geklommen. De macht aan de stad is in die zin niet uniek aan Eindhoven. Het is algemeen bekend dat steden wordt extreem belangrijk, omdat het eigenlijk de plekken zijn voor innovatie en economische draagkracht. Dat is ook het beeld wat scheidend burgemeester Op van Gijs natuurlijk ook heel graag naar voren wil brengen, daar heel ambitieus in is. En we weten ook allemaal, de Triple Helix, slimste regio van de wereld. Het is vooral een door technologie gedreven stad. Dat is ook het beeld wat ik als relatieve buitenstaander heb. En ik denk dat het met de branding van Eindhoven goed op orde is. De branding is TDK, technologie, design, kennis. En dat manifesteert zich ook denk ik in twee hele belangrijke fysieke plekken in de stad. Namelijk de high-tech campus waar die vier patenten per dag worden geleverd. En Strijp S, wat ook een living lab is, zeg maar, in die ambities van die smart city. Die branding, als zijnde de TDK, heeft Eindhoven op de kaart gezet. Natuurlijk, het is ook een regio die het economisch extreem goed doet. Maar op het moment dat ik als relatief buitenstaander dus het station uitloop, ervaar ik niet meteen TDK. Dat is misschien niet zozeer problematisch, dat is iets waar we over zouden kunnen spreken. Maar ik denk wel dat het illustreert dat er verschillende snelheden zijn
in deze stad. En dat het creëren van een smart society, want natuurlijk een smart city is één onderdeel van het discours. Het creëren van een smart society is eigenlijk de stap die daarna weer komt. Is natuurlijk een heel ander verhaal in Strijp S dan dat het in Woensel Noord is. En dat het natuurlijk gaat om wat is nou eigenlijk de basis waarop we acteren. En dat het gaat ook om kennis, maar ook om levensstijl, toegang tot geld. Dat het verschillende mogelijkheden met zich meebrengt, waarbij niet altijd iedereen even smart wil zijn, maar dus ook niet kan zijn. En wat een ander belangrijk punt is, deze uitspraak die denk ik extreem relevant is, ook in een stad als Eindhoven, omdat ik dat toch merk in heel veel gesprekken. Dat technology is the answer, but what was the question? Er wordt natuurlijk heel hard ingezet op technologie. Het is een markt, ongetwijfeld. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook nog steeds afvragen, wat waren eigenlijk de vragen? Waar moeten wij een oplossing voor zien te vinden? En dat is denk ik waarom we dit programma zo interessant vinden, ook vanuit het nieuwe instituut. Om te kijken van, tuurlijk, je hebt die verschillende verhoudingen tussen verschillende partijen, maar wat is nou eigenlijk de echte behoefte waar die smart city dan een oplossing voor moet bieden, meer nog dan alleen technologie verkopen, omdat het een marktaandeel is wat alleen maar groter wordt. We zijn eind vorig jaar begonnen met het mappen van Eindhoven. Dat hebben we heel klassiek gedaan door het vergaren van data. Data inderdaad afkomstig van de officiële kanalen van de gemeente, maar ook data afkomstig vanuit open source kanalen, maar ook Facebook en Twitter. Omdat, als het dan gaat over de belangrijke ontwikkeling in Eindhoven, bijvoorbeeld ook wethouder Marianne Schreur zegt, er zijn zoveel mensen in Eindhoven die willen bijdragen. Er zijn zoveel projecten hier, het wemelt ervan. Op het moment dat ik dan vroeg, ja, maar welke projecten zijn dat dan? En wie doet dat dan? En wat leveren ze dan? Dan kwam eigenlijk nooit een antwoord. Dus het is Eindhoven, vind ik, is in mijn beleving ook een stad waar heel veel gebeurt. Maar er is weinig onderlinge discussie daarover. Er is ook weinig uitwisseling over. Dus de innovatiekracht, die niet alleen maar uitgaat van ASML en Philips, maar juist ook van onderop, waar iedereen wel het gevoel van heeft dat het er is, maar dat het vaak toch heel moeilijk zichtbaar is. Dat is iets waardoor wij dachten, wij moeten dit in kaart gaan brengen. In ieder geval de eerste stap om grip te krijgen op wat speelt er nou eigenlijk echt in Eindhoven. En dan niet alleen maar de grote vraagstukken die vanuit de branding heel goed op de agenda worden gezet, maar wat is er nou echt dichter bij de grond? Bijvoorbeeld, nou ja, dit is dan één zo'n kaartje waarin we kijken naar de online platforms in Eindhoven. Dit is dan PeerBee en Nudge en inmiddels heb je ook Nextdoor, wat ook weer een nieuwe applicatie is. Om te kijken van, goh, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit op een schaal van Eindhoven? Het punt is alleen, en dat was ook wel weer de groeiende frustratie die ik had bij het mappen hiervan. Denk, ja, het is alleen maar een punt op een kaart. Het zegt helemaal niks. En dat is ook het hele punt natuurlijk met data. Het zijn cijfers. Maar data als zodanig is niks, zolang je er niks mee doet. Dus na lang discussiëren, nadenken, hebben we besloten om de staat van Eindhoven verder door te evalueren naar een datastudio. En die gaat in de komende maanden van start. En daar wilde ik nog kort iets over zeggen. En de datastudio, nou goed, misschien, ik weet niet of het meteen duidelijk is, maar moet een spiegelend vlak zijn. Namelijk dat we namelijk op zoek gaan naar data. En die ook data die combineren met de realiteit van de straat. Omdat niet alles in data te vinden is. Want wat is data? Dat is eigenlijk toch uiteindelijk de belangrijkste vraag die we ook in die datastudio willen stellen. Wat is data? Nogmaals, het zijn heel veel cijfers, maar zolang je er niks mee doet, gebeurt er ook niets. Verschillende datasets. Zet 10 mensen naast elkaar en ze lezen die dataset, alle 10, op een andere manier. Althans, zo zou het kunnen. Dus wat is data? Dat willen we adresseren. En ik ben bijvoorbeeld naar de buurtmonitor gegaan. Dat is natuurlijk de website van de gemeente Eindhoven. En daar zijn in principe alle data. Er is heel veel data vergaard. En ik heb daar willekeurig wat aangeklikt. De eigen krachtindex. Staat dan procent eigen kracht beperkt. Wat dat precies betekent, weet ik niet. Ook schaalscoren, sociale cohesie. Daar kan ik me nog iets meer bij voorstellen. En doet aan vrijwilligerswerk. En dan komen dan dit soort cijfers uit. Dat kan je dan op verschillende manieren reproduceren. In dit soort op de kaart. En in weer op andere manieren met cijfers. En niet zozeer dat ik nou de buurtmonitor als website heftig bekritiseer. Maar ik vind het heel moeilijk om dit te lezen.
Ik kan ook nergens vinden hoe ze nou tot deze cijfers zijn gekomen. He, dus wie zijn er gevraagd en wie hebben geantwoord? En hoe representatief is dit? Hoe kunnen we dit lezen? En dat is natuurlijk het hele punt met data, dat heel veel mensen slecht toegang hebben tot die gegevens, maar ook moeite hebben om ze te lezen. Terwijl wel heel veel van onze werkelijkheid natuurlijk daarop wordt gebaseerd. Eén voorbeeld, de tempel. Daar hebben een aantal mensen, hebben dus de questionnaire van de gemeente ingevuld, en die hadden schulden. Vervolgens kleurt die hele wijk, kleurt zwaar rood op de kaart. Op basis van een hele kleine groep mensen die een antwoord hebben gegeven. Vervolgens zijn er natuurlijk ontwikkelaars en andere mensen en makelaars die natuurlijk dat ook dat weer bestuderen. En dat is heel bepalend. Dus data zijn ontzettend krachtig in dat wat ze aan beeld kunnen genereren. En dat weten wij, ook ik als persoon, eigenlijk misschien nog maar heel weinig. En dat is een groeiende, het is een wereld, en dat werd ook in die tegenlicht natuurlijk uitzending heel duidelijk naar voren gebracht. Het is een ontzettende grote, het is een wereld die heel krachtig is, afhankelijk van wie ermee werkt en wat eruit voortkomt. En dat we daarin mensen bewust moeten maken wat die impact heeft. Bijvoorbeeld op onze telefoon staan privacy settings. Dat betekent helemaal niks. Iedereen kan bij die data. En dat is natuurlijk dus wat is de kracht van data en hoe kun je data inzetten, ook om verschillende onderwerpen aan te pakken. En dan is het dus het belangrijkste punt, hoe relateer je de data met de werkelijkheid op straat? Want je kunt namelijk, je hebt ook namelijk datawoestijnen. Er zijn namelijk heel veel onderwerpen waar helemaal geen data van zijn. Er is namelijk niemand die op een knop kan drukken en zeggen, geef mij nu even een lijst van eenzame mensen in deze buurt. Dat bestaat niet. Of kun je mij een overzicht geven van mensen die iets zouden willen bijdragen of helpen aan de mensen in hun straat? Dat is allemaal niet te vinden. Dus het gesprek over de smart city aan de hand van de big data is een beperkt gesprek. Dus enerzijds willen we natuurlijk met de datastudio mensen bewust maken over wat de impact van data is, hoe je ze zou kunnen inzetten. Maar anderzijds moeten wij op zoek naar de datawoestijnen om het beeld te complementeren van waar deze stad mee te maken heeft. Dat gaan we doen in eerste instantie in Woenselse Heide en in de Tempel. Dus in Noord, Woensel Noord. Hier een aantal plaatjes. Nou goed, ja, jullie kennen het natuurlijk allemaal. Maar wat interessant is natuurlijk aan Woensel Noord is dat het echt een uitleg is van de jaren 50, 60, 70. Heel veel herhaling. Het is een lage dichtheid. Grote groene plekken. Alles toch ook op de auto gericht. Weinig faciliteiten. Maar wat natuurlijk interessant is dat je daar nu... je hebt te maken met vergrijzing als onderwerp. Instroom van nieuwe bevolkingsgroepen. De faciliteiten die minder worden. Hoe bedien je deze maatschappij? Maar ook schuldenproblematiek. Heel veel problemen achter de voordeur. Kortom, het zijn problemen, issues... waarvan wij ook van de gemeente af en toe terugkrijgen dat ze niet altijd heel goed weten wat er speelt. Maar waarvan het interessant zou zijn om te weten van hoe matcht nou dat beeld überhaupt met de data en hoe kunnen we daar dan een gesprek over voeren en een discussie die hopelijk verder komt. Dus wat we gaan doen, in ieder geval de komende maanden, is dit wordt onze working unit, dus het is een rijdende bus. Wij gaan verhalen ophalen, dat willen we in ieder geval doen in de maanden juli en augustus. Daarvoor willen we ook een community. Een community bestaat uit burgers, uit semi-professionals, uit studenten, die met ons, die getraind worden door ons en met ons verhalen gaan ophalen in de wijken. Gewoon in gesprek gaan met mensen om te horen enerzijds van hoe is het om hier te wonen. Dat wordt de ingang tot het gesprek. Maar tegelijkertijd ze ook willen bevragen over participatie. Dat is een vraag die heel vaak wordt overgeslagen. Iedereen vindt maar dat iedereen moet participeren. Maar wat weten we eigenlijk van wat mensen zelf willen? Willen ze het überhaupt? Wat verwachten ze van een overheid? Hoe zoeken ze elkaar op? Willen ze elkaar überhaupt opzoeken? En als ze dat doen, waar doen ze dat dan? Dus dat we daar meer grip op krijgen. Anderzijds willen we ze ook bevragen op technologie. Dus hoe verhouden ze zich überhaupt tot het internet? Welke apps gebruiken ze? Hebben ze een smartphone? We gaan namelijk vanuit dat iedereen technologie altijd maar omarmt. Maar dat is maar zeer de vraag of dat zo is. Zeker ook in deze maatschappij. Dus het is belangrijk dat we daarmee beginnen.
Vervolgens willen we workshops organiseren waarin we de resultaten ook terugkoppelen aan ambtenaren. Juist ook omdat we merken dat er af en toe een kloof bestaat tussen de gemeente en dat wat er op de grond gebeurt. En om één voorbeeld te geven, er is één stichting die we hebben leren kennen in Woensdrecht-Heide en Tempel, die heet Stichting Goodwill Sociaal. En dat is een initiatief van Connie van der Gunst, die eigenlijk mensen voedselhulp kan bieden binnen nog geen 24 uur, moment dat ze zich laten registreren voor de voedselbank. Dus eigenlijk acute hulp nodig hebben. Dat doet ze met 60 vrijwilligers en daar heeft ze al meer dan 900 gezinnen mee bediend. Dat is een enorm particulier initiatief. En zij beschikt over heel veel data. Toch is zo'n initiatief niet altijd even goed zichtbaar. En het is, als we het hebben over een smart community, over een smart society, dan is het extreem belangrijk dat je als partijen elkaar kunt vinden. En dat als zij hulp nodig heeft, dat een gemeente daar ook op kan inspringen. En dat niet hoeft te laten liggen. Dus het is belangrijk dat juist die interactie, dat wat je ophaalt, en daarom ook dat spiegelende vlak van de datastudio, we willen graag spiegelen. Van dit is wat er gaande is, dit is wat er speelt. Kunnen wij dit teruggeven? Dat willen we ook dus met workshops doen. We willen dat ook weer terugkoppelen natuurlijk aan de bewoners, dus dat hun verhalen gehoord worden. En dat we zo op die manier, kijk, wij zijn uiteindelijk geen sociaal werkers, we zijn ook geen ontwerpbureau, we zijn uiteindelijk een culturele instelling. Dus het gaat er ook om van hoe wij onze positie daarin ook goed definiëren. Maar we proberen matchmaking te doen. Als het gaat om wat zijn nou behoeftes en wat zijn mogelijke vervolgstappen die daarna komen. We gaan ook een college-reeks Data voor Dummies geven. Dat gaat hoogleraar Tjalleng Swiestra doen, die techniekfilosoof is. Die ons gaat vertellen wat is data en wat kun je er wel en niet mee. Dus dat gaat hij ook doen vanuit de bus. We willen ook een invoerplatform gaan maken samen met Code voor Eindhoven. Dat zijn een aantal codeerjongens om eigenlijk alle particuliere initiatieven in kaart te gaan brengen. En het zo te maken dat ook mensen zelf hun initiatief kunnen uploaden. En volgens daar ook weer een event rondom te organiseren, waar die mensen een aantal initiatieven zichzelf kunnen presenteren. Kunnen zeggen, nou, dit is wat ik breng, maar dit is ook wat ik nodig heb. En dat we kunnen kijken van hoe kunnen we dat dan weer verder brengen. Kortom, dit jaar en ook een deel van volgend jaar staat echt in het teken van het ophalen van die behoeftes op allerlei verschillende manieren. Dat kan in verhaalvorm, dat kan op digitale wijze. Dus dat we verschillende formats gaan uittesten. Hopelijk dus met de community, waarvan ik hoop dat er misschien ook een aantal van jullie daaraan zouden willen bijdragen. Er zijn al studenten van de TU Eindhoven begonnen. Dus zij testen eigenlijk de datastudio in het klein op dit moment uit. En dat gaan we ook verder uitbouwen. En dat we dan in de loop van volgend jaar eigenlijk een soort palet kunnen creëren van, nou goed, dit zijn mogelijkheden waarin je sneller tot de kern van de vraag kan komen. En dat je ook dus probeert om die smart community, die er eigenlijk al voor een deel is, daar een podium voor biedt, daarop laat reflecteren en daar ook op een manier een gesprek invoert, waarin ook gemeenten en ook andere partijen daar weer van kunnen leren. Dus we gaan op zoek naar de question. Dat is in ieder geval belangrijk. En daarna willen we kijken of we misschien oplossingen kunnen genereren. Want dat is eigenlijk altijd waar het om gaat. Het is niet dat technologie de steden maken, maar het zijn de mensen die de steden maken. En dat is, als we dat goed voor ogen houden, wetende wat de impact van data zijn, dan zou ik blij zijn als dat programma daar een bijdrage aan kan leveren. Daar wilde ik het bij laten. Dank je. Steeds niet afgegaan. Dat blijft niet even. Wat vind je er persoonlijk van deze ontwikkelingen? Van hele steden die gebouwd worden, waar al meteen alles volgehangen wordt met sensoren, waarbij eigenlijk alles wat we hier nu doen gemonitord kan worden. Dat ooit op een punt in ons leven allemaal terug kan komen. Wat vind je daar als persoon van? Ik word daar niet heel blij van. Dat is, maar goed, dat is meer dat. Nou ja, goed, het gaat er gewoon om van wie. Wie doet wat met die data? Het is uiteindelijk ook weer, kijk dat mijn materiaal op Facebook zichtbaar is, daar ben ik nog niet zo eens heel naar bezig. Maar ik vind het belangrijk dat die inclusieve samenleving, dat,
dat moet echt voorop staan. Dat is de drijvende kracht ook waarom ik dit programma wil vormgeven. Omdat er heel snel voorbij wordt gegaan aan dat wat er mogelijk is. De realiteit is namelijk zoveel weerbarstiger. Ik doe ook onderzoek naar nieuwe steden. En bijvoorbeeld nieuwe steden, dat ziet er op papier ziet er allemaal geweldig uit. En dat klopt allemaal en alles is... Maar ja, de realiteit werkt zo niet. Het is niet allemaal te bedenken. Het is ook niet allemaal te plannen. En dus het feit dat je denkt dat je met sensoren dan alle problematieken hebt opgelost. Ja, zo werkt het niet. Innovatie is een veel breder palet van mogelijkheden. Uiteindelijk gaat het om de slimheid waarmee je de dingen doet. En ook dus in gesprekken met de gemeente, ja, behoefte en dan koppelen daar technologie aan, is het probleem opgelost. Ik denk, nou, dat is maar zeer de vraag. Ik weet ook niet of technologie altijd het antwoord moet zijn. Soms zijn het gewoon hele andere, simpele oplossingen en die moeten ook kunnen. En daar moet flexibiliteit in ontstaan en ruimte voor dialoog. Dus ik denk, ja, dus nou, dat is een beetje lang antwoord op je vraag. Maar dat is in ieder geval wat ik erg belangrijk vind. Een aantal weken geleden zat ik hier in de zaal als deelnemer en toen stond op deze vierkante meter stond hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. En die kwam eigenlijk langs met een heel sceptisch blik op de stad Eindhoven. Dat we te veel leunen op technology en misschien ook wel een beetje design. Maar wat hij eigenlijk wenste aan de stad was dat Eindhoven veel meer dichters en dansers zou hebben. Dus mensen misschien die het wel offline zouden doen of hun spreuk op gevels zouden zetten of een dansje zouden doen ergens midden in de stad. Denk je dat daar ruimte voor is in de koers die Eindhoven ingeslagen is? Althans het beeld dat jij ervan hebt. Ik denk dat het wel mogelijk moet zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ook binnen een stadsbestuur, dat daar toch stuwende krachten zijn die dat willen faciliteren. Mm-hmm. Die dus niet alleen maar de koers van de technologie. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, dat daar ruimte voor is. Mm-hmm. En daarnaast, kijk, wat ook heel erg speelt, en dat vind ik ook een gebrek zeg maar in de tegenlichtuitzending, daar wordt wel ruimte gegeven bijvoorbeeld aan mensen om zelf dus met technologie aan de gang te gaan enzovoort. Maar dat is maar een hele kleine laag van de samenleving. Dus we hebben het dan heel snel over de participatie-elite. Uiteindelijk denk ik, ik ben ook onderdeel van die participatie-elite, maar het gaat om natuurlijk veel meer dan dat. Dus je hebt gewoon voortrekkers nodig die ruimte kunnen bieden. En dat die ruimte bieden moet op verschillende manieren. En dat kan met een dichter of met een danser. Of daar moet wel meer ruimte voor kunnen zijn. En dat is lastig in de discussie hier in Eindhoven. Ik heb bij verschillende sessies gezeten. En ja, als we nou nog meer techneuten hier naartoe. En denk je, ja, maar ja, een samenleving is wel breder dan dat. Je moet, een gezonde stad bestaat uit heel veel rafelranden. Want dan wordt het spannend. We krijgen 4 patenten per dag, maar we hebben ook heel veel autisten wel die in die groep zitten. Ja, die produceren die patenten, ja. Ja, ja, precies. Oh, afkloppen, want voordat het weten. Het is heel belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Ja. Alleen, ja, het is belangrijk dat er een soort van balans ontstaat en dat ook andere dingen mogen. Ik ben ook heel benieuwd naar reacties in de zaal. Ik wil zo naar jullie over, want helemaal op het begin peilde ik hoeveel mensen zijn optimistisch over die ontwikkeling. Slimme steden, wie is pro eigenlijk? Nou, dat waren toch wel echt 20, 25 handjes de lucht in. En wie is sceptisch? Nou, toen telde ik zelf vanuit dit punt 4 of 5 mensen. Ik ben heel benieuwd naar jullie impressies zover. Is er iemand van jullie die een opmerking heeft op basis van de 2 presentatie die we hebben gezien of een vraag aan een van de 2 sprekers? Want dan halen we Jean-Paul er ook even bij. Kom er even bij als je wil. We hebben 2 presentaties gezien. Wie van jullie heeft een opmerking of een vraag? Hier vooraan. Ik heb geen opmerking, maar ik zit nu te denken van, is er al eens ooit een meting gedaan van boven de 75, wie nog deel kan nemen op deze manier aan de wereld? Die helemaal geen apparatuur hebben, niet bekend zijn met van alles en nog wat. En daar begint het kennis, dan interesseert het je pas. Maar die mensen zijn, tenminste over het algemeen, buitengesloten. Zijn daar, is daar iets van bekend, Jean-Paul? Dat wel, ja. Dat wordt ook gestimuleerd. Dat de Belastingdienst bijvoorbeeld zegt, geen blauwe enveloppen meer en je moet het allemaal via de computer doen en dat soort zaken. Ja, natuurlijk onzin. Hè? En als we praten over sensoren in de stad, de beste sensor in de stad, dat zijn wij zelf. Hè? Met onze neus, onze ogen en onze... En wij weten wel waar de eenzame mensen zijn als we onze ogen en oren open houden. Dus we zouden het aan onszelf kunnen vragen. Dus eigenlijk is het zoiets van, mensen van 75 jaar en meer, die kunnen zich natuurlijk betrekken in die participatiemaatschappij, want het gaat niet
niet van hoeveel uren zit je aan de computer of aan de telefoon, maar hoeveel uren ga je met elkaar om. En dat is eigenlijk de participatiemaatschappij, om met elkaar waarde te creëren. Al die sensoren die kunnen ons wel erbij helpen, maar het gaat om weer dat we de mensen met elkaar laten ontmoeten en met elkaar de waarde creëren waar een samenleving om draait. Dat doet me denken aan weer een andere aflevering van Tegenlicht. Offline als luxe. Ging ze ook naar Amish people. Die heb ik laatst gezien toevallig. En dan vroeg ze aan de Amish community in Noord-Amerika. Bent u ooit online geweest? Aan een jonge vrouw van begin 30. En toen zei ze nee. En ik zou ook niet weten hoe ik online zou moeten gaan. Wist wel wat dat betekende. Ja, dat wisten we wel, want er werd inmiddels wel aan die community gemorreld van mogen we een datapaal neerzetten, want dan heeft de rest van de bevolking een beter coverage voor hun 4G, wat hen helemaal niks zei natuurlijk, maar dat houden ze tegen. Een van de problemen die we hebben met zoveel online is dat dat enorm veel eenzaamheid creëert. En waar we vanaf willen natuurlijk is, dat is hier in deze stad trouwens wel gaande hoor, dat we van de stad niet meer een handelsstad willen maken of puur een technologische stad, maar een stad die een ontmoetingsplek is. En dat betekent dus ook dat de infrastructuur moet veranderen. We zien al in de binnenstad dat er vanaf het Catharineplein veel meer terrasjes en andere dingetjes zijn in de stad die er vroeger alleen maar geconcentreerd waren op het Stratumzijn. Tegenwoordig heb je in de hele stad de dingen die te beleven zijn. Dus het is al gaande en dat gaat dadelijk nog veel verder natuurlijk. Het gaat om die ontmoeting en niet alleen de ontmoeting voor het plezier maken, maar natuurlijk ook de ontmoeting om met elkaar samen iets te doen. Heeft u daar nog een aanvulling op? Of, nee, oké, dus juist misschien is het wel... Eigenlijk wel bij het vorige onderwerp, hè, dus voor onze schone stad, juist de ouderen hè, als erfenis na te laten, dus denk ik dat die heel vatbaar zijn om daaraan deel te kunnen nemen. Maar wij weten er niets van en als er nou misschien een blaadje komt wat eenvoudig is en dan donateur kunnen worden, dan laten we iets aan de kinderen achter en achterkleinkinderen in mijn geval al. Dus, en dat vind ik wel belangrijk. Ik denk dat daar heel veel ouderen voor geïnteresseerd zijn. Want dat is het allerbelangrijkste. Dus bij willen dragen aan een schone, veilige, gezonde stad. Heel veel ouderen die dat belangrijk vinden. En niet een auto of wat dan ook dit. Maar we moeten het wel op een duidelijke manier te weten komen. Ja. Is de stad van morgen.com dan duidelijk genoeg? Of moeten we ook wat flyers gaan printen? Nee, absoluut niet. Want sowieso, het is al een website. En dat hebben we al gezegd, van dat werkt dus niet. En we zijn zelf ook al tot de conclusie gekomen dat ze dingen niet... We zijn wel met een blog begonnen. Dat werkt wel veel beter, want het is veel interactiever en zo. Veel directer, niet zo statisch. Maar u hebt helemaal gelijk. Eigenlijk waar ik nou op zoek ben, zijn mensen in de wijken die een beetje de ambassadeurrol spelen. Want ik kan u wel blaadjes sturen, maar u krijgt al zoveel blaadjes in de brievenbus en dergelijke. En er staat al zoveel in de krant. We moeten het ook nog ontdekken. Dus het is eigenlijk dat het veel meer tot zijn recht komt als we met elkaar in gesprek gaan. En dan hebben we de ontmoeting, dan gaan we bij elkaar op de koffie en dan praten we hierover. En dan zegt u, oh, ik wil wat doen. We zijn nu bezig met de airport bijvoorbeeld, gaat 2 weken dicht. Dat is een prachtige mooie gelegenheid om de luchtvervuiling in kaart te brengen. Of die nou dicht gaat, wanneer er gevlogen wordt, niet gevlogen wordt. Maar we krijgen de middelen moeilijk bij elkaar. We hebben een oproep gedaan om via crowdfunding en dat soort zaken, om te kijken of we dat soort dingen kunnen doen. Daar is eigenlijk weinig respons op gekomen. Maar het is een van de grote problemen waar we tegenaan lopen, is hoe communiceren we überhaupt met alle mensen in de stad? Hoe bereiken wij u bijvoorbeeld optimaal, zodat u zich kunt betrekken op wat voor manier dan ook. Niet alleen met geld, maar ook maar door zelf wat ontmoetingen te creëren met uw naasten en uw vriendenkring of dat soort zaken. Dat is een van de grootste complexe dingen die we hebben. Communicatie. Communicatie om met elkaar afstemming te vinden. Daar zijn we mee aan te experimenteren. Daar leren we heel veel in. Maar uw opmerking is heel terecht. Ik weet op dit moment nog niet het antwoord. Onze indruk is van door wijkambassadeurs en dat soort zaken. En dan gaan we verder. Misschien heb jij het antwoord. Ja, mijn vraag is eigenlijk, als zo'n gekke rode bus voorbij zou komen, zou u aan boord stappen voor een college of voor een gesprek met Linda achter het stuur? Ik wel, ja. Dat wel. Ja, dat is van tevoren natuurlijk wel wat aangekondigd. En als er een aardige chauffeur in zit, nou waarom niet? Gratis kop koffie. Ja, mevrouw is wel ik hoor hier in de achterwel dat vervuilende bus, maar ligt helemaal vol met accu. Ja, precies. Dus ze doen maar kleine stukjes in die wijk, dus start stopsysteem erop. Ja, hier is een vraag. Ja. Nou, inderdaad, ik ben zelf Harm Boomsma. En ik had een vraag inderdaad over het verhaal ook wat jij zelf vertelde. Dat je een stad niet kan ontwerpen, ook niet met big data. Want ik denk dat de
de essentie van big data, dat is mijn vraag ook, als we het zo in gaan zetten, is dat je bottom-up grip krijgt op al die processen die plaatsvinden natuurlijk, die met elkaar die hele complexe stad maken. Waardoor je de onderop stuurmiddelen gaat vinden waar je dat proces kan beïnvloeden. De essentie van big data is eigenlijk gewoon dat je volstrekt bottom-up grip krijgt op al die één-op-één processen. Waardoor je veel meer die complexiteit van die geëvolueerde stad gaat begrijpen en dat proces kan beïnvloeden. Als je het zo gaat doen, en ik ben zelf ook een bedrijfje begonnen met gedragsvoorspelling en data, en daar zou ik wel best wel mee willen denken met jullie. Het is vooral de kracht natuurlijk van onderop gebruiken, van die mevrouw en van ons allemaal, als Eindhovenaren. En dan krijg je natuurlijk echt een slimme stad. En dat lijkt me een fantastische ambitie, zoals je dat zelf vertelt. En heb ik nog wel een vraag aan u. Stel, die hele database is er en die slimme stad is gewoon helemaal in kaart gebracht. En u heeft de mogelijkheid om op een groene knop te drukken met één vraag om data eruit uit te hevelen. Welke vraag zou dat zijn? U drukt op de groene knop en wat komt eruit? Nou, ik ga de geluksvraag stellen. Want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Geluk is een van onze belangrijkste drijfveren. Als we dat kunnen beïnvloeden, dan zijn we vreselijk slim. Dus wat maakte dat we die inwoners van Eindhoven een beetje gelukkiger kunnen maken? Dat zou ik graag van je willen weten. En... ja, je hebt nog 3 seconden bedenktijd. 2, 1. Wat maakt dat we Eindhoven nou een beetje gelukkiger kunnen maken? Een beetje Amsterdamse spirit of misschien iets heel anders, wie weet? Nou, ik zou niet vergelijkingen willen maken met andere steden. Nee, kijk, ja, geluk is natuurlijk een heel groot begrip, hè? En dat is voor iedereen heel verschillend. Dus als we die behoefte beter in kaart kunnen brengen en we kunnen duidelijker begrijpen wat daarvoor voor oplossingen mogelijkerwijs voor nodig zijn, dat zijn dan kleine stappen. Heel Eindhoven, het wordt wat ambitieus voor eind volgend jaar, maar dat we proberen zeg maar dat gesprek scherper te krijgen en te faciliteren, maar ook even reagerend op die opmerking daarvoor. Ook een van de mensen in het team heeft gezegd van als mensen nou meer data zouden kunnen vinden, zou dat dan helpen om hen meer grip te laten hebben op problematiek in hun wijk. Dus als we meer informatie kunnen ontsluiten over hoe zo'n wijk functioneert, waar de problemen zitten, als we inderdaad grip krijgen op mensen die eenzaam zijn of mensen die geen toegang hebben tot, als we dat beter weten, gaan mensen dan sneller in de actie schieten. Dat is een vooronderstelling. En dat willen we dus testen in de komende periode, of dat zou kunnen gebeuren. Want dat betekent dat je de innovatie van onderop nog een zetje extra geeft, doordat je ze ja, equipped met tools, informatie die nu nog niet voorhanden is. Dat is een enorme ambitie. Hè? Dus geluk, dat is een ander gesprek. Maar dit is zeg maar het eerste wat we nu zouden kunnen omarmen. En dat is al een enorme ambitie in zichzelf. Maar dan heeft het altijd wel te maken met kwaliteit van leven. Dus dat wat je zelf ook... Dat is de bottom line van het programma überhaupt. De kwaliteit van leven, of dat nou technologie gedreven is of niet. Het gaat erom de spelen. Dat hebben we gemerkt ook in Woensheid en de Tempel. Ook doordat we de studenten ophalen, maar ook wat we zelf al hebben gehoord. Daar speelt onderhuids heel veel. Dat is niet in your face. Dus het gaat ook, dus oude groepen, nieuwe bevolkingsgroepen. Ik wil niet zeggen dat er sprake is van sociale onrust, maar sociale cohesie is heel kwetsbaar op dit moment. Dat komt niet altijd heel erg hard uit die data naar boven. Het is ook niet heel uniform. Dat begint pas met gesprekken faciliteren. En dat kunnen soms hele simpele oplossingen zijn om mensen dan dichter bij elkaar te brengen. Maar uiteindelijk gaat het erom, hoe is het om hier te wonen? Dat zal uiteindelijk toch de basisvraag zijn van heel veel waarmee we starten. En van daaruit kijken en waar lopen mensen dan tegenaan. En dat zal heel anders zijn voor mensen die ouder zijn. Dat is weer heel anders voor groepen die jonger zijn. Maar ja, daar methodes voor vinden om dat beter voelbaar te maken. Ja, dat is gewoon een enorme vraag. Maar goed, ik val nu een beetje in herhaling, heb het gevoel. Ook wat je liet zien, hè, door te weten wat de vraag is, hoeft technologie niet altijd het antwoord te zijn, terwijl we daar heel snel naar grijpen. Misschien is dat al één mooie constatering die we hier kunnen maken in de stad. Misschien omdat de politieke agenda daar ook naar is. We lossen het wel op met technology, want we hebben vast nog wel een patentje liggen waar we een product of iets van kunnen maken. Maar dat niet per se altijd een van de oplossingen hoeft te zijn voor heel veel mensen. Vragen, opmerkingen? Ja, ga je gang.
heb wel even een vraag. Wat vindt u van bijvoorbeeld bedrijven als Google en TomTom die de data, veel data verzamelt en ook gemeentes die bijvoorbeeld hun data aan hun beschikbaar stellen? Ja, die machtspositie. Moet niet de data open zijn en voor iedereen beschikbaar? En wie stel je de vraag? Linda? Ja, nou ja, dat ben ik met je eens. Het is natuurlijk, dat kwam natuurlijk in de uitzending heel erg naar voren. In die zin was het een feest van herkenning. Dat ik dacht, ja, dit zijn natuurlijk hele grote spelers. Daar gaat heel veel geld in om. En dat het, maar goed, het is niet alleen Google. Er is ook een Airbnb. Het zijn natuurlijk Silicon Valley. Het komt daar allemaal vandaan. Maar ook heel veel geld wat wordt opgehaald, gaat allemaal weer terug daarheen. Het is niet zeg maar iets wat zeg maar in deze maatschappij blijft zitten en wat ten goede komt aan het leefklimaat hier. En ik denk dat dat de discussie is die ook politici, hè, dus ambtenaren, met dit soort grote, voordat ze met dit soort grote partijen in zee gaan. Wat doen we met die data? En voor wiens benefit, zal ik het maar zeggen, worden die data uitgedeeld? En ook hebben bijvoorbeeld Madrid en Barcelona hebben gezegd, nee, wij starten gewoon onze eigen Airbnb. Want daarmee kunnen we het geld, wat zeg maar, komt ten behoeve van onze eigen maatschappij, in plaats van dat het heel erg anders wordt besteed. Dus ik denk dat het vooral ook gaat om een slimme dialoog of een discussie over wat doet technologie, wat doet data en wat is eigenlijk in het voordeel van de maatschappij waar wij een rol in vervullen. Dus de Googles, ja, ik sta niet te trappelen om meteen de data daaraan door te geven. En dat is wel iets ook waarvan ik denk dat Eindhoven, die dus heel erg met dit issue te maken heeft, ook wat er in Strijp S natuurlijk allemaal wordt opgehaald, maar ook in Stratums Eind, goed, de man die daarachter zit, die zit ook in de zaal. Ja, dat is natuurlijk, wat doe je daarmee? En hoe open is dat? En dat ook als het gaat om als je gecensureerd wordt, is nog maar zeer de vraag of dat voor iedereen zo duidelijk is. Of mensen er bewust van zijn dat ze gecensureerd worden. Heel veel mensen die door Strijp S lopen, niet altijd weten dat hun geluid wordt opgenomen. En dat ze ook op andere manieren worden gevolgd. Dat is, volgens mij is dat nog niet zo bekend. En daar ligt al een eerste taak. Helder. Jean-Paul? Ja, wat ik er eigenlijk aan toe wil voegen is, in mijn verhaal vertelde ik over een politiek-economische context. En dat we in een contextverandering aan zitten wereldwijd. Dit soort bedrijven positioneren zich in die economische context. Dat betekent dus dat ze data verzamelen en dergelijke voor hun eigen gewin. Wij in Sustainocratie bijvoorbeeld redeneren vanuit een waardegedreven context. Dat betekent dat als we data verzamelen, dat we dat teruggeven om met elkaar samen die waarde te creëren. Dan krijg je een heel ander uitgangspunt. Dus als wij meetkastjes hebben, dan gaat het om de context waar het vandaan komt. Ik vertel het verhaal van de barbecue bijvoorbeeld. Kijk, als ik alleen maar naar de data kijk op ons meetinstrument, dat zegt helemaal niks. Er wordt iets rood. En op basis waarvan wordt iets rood. Maar waar komt het dan vandaan? En dan gaan wij daarnaar op zoek en dat koppelen we weer terug naar de mensen. Dus dan ga je op een hele andere manier met data om. Ik denk dat we in die paradox, in ieder geval die transitie, heel duidelijk weer zelf de keuze hebben. Hoe gaan wij zelf om met data bijvoorbeeld en waar verstrekken wij data aan? Zitten we in de waardecreatie of zitten we in het economisch proces van een ander? Ik denk dat we het vaak ook heel sterk, als we praten over het geluksfactor en dergelijke, vaak heel erg gestuurd worden door keuzes van anderen. Dat we nog heel sterk in de wereld zitten, dat wij afhankelijk zijn van de keuzes van anderen. En dat we eigenlijk terug moeten naar iets van waar kunnen we zelf verantwoordelijkheid voor nemen, wat voor verantwoordelijkheid kunnen we zelf vieren en af moeten van dat stukje structurele afhankelijkheid. En dat is eigenlijk ook weer een keuze van onszelf. Hè? Dat we ook niet vragen om ruimte, maar zelf ook de ruimte nemen om gelukkig te zijn en gelukkig te zijn in de dingen die wij doen. Dus veel meer inside-out in plaats van outside-in. Ja. Hier nog een vraag of opmerking, toevoeging? Ik denk dat waar wij in dreigen te belanden, dat is een controlemaatschappij, terwijl we uiteindelijk behoefte hebben aan een vertrouwensmaatschappij. En ik denk dat we op die lijn steeds heen en weer aan het fietsen zijn. Ik denk dat het, als je je dat gaat realiseren, dan is controle onder bepaalde omstandigheden goed. Bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid in uitgaanscentra. Daar heb je dat gewoon nodig om het vertrouwen van de goedwillende mensen te kunnen blijven onderbouwen. Maar over het geheel genomen wordt er te veel controledata gevraagd van mensen die eigenlijk vertrouwd zouden moeten worden. En dat levert een sociaal probleem op. Heldere constatering. Iemand nog een opmerking, aanvulling, vraag naar aanleiding
van datgene waar we het over hebben. Slimme steden, worden we inderdaad wel slimmer? En wat is de definitie van een slimme stad? Het aantal patenten? Of de creativiteit, of het feit dat mensen kunnen dansen? Nou, ik ben vooral wel heel benieuwd naar wat er dus inderdaad gebeurt met die data. Want Jean-Paul is nu sinds 2013 data aan het verzamelen over luchtkwaliteit. Maar je hebt nog niet eigenlijk verteld, zijn er al iets mee aan het doen? Of ben je vooral bezig met bewustwording? Of wordt er echt al iets, zijn er al stappen genomen? Zijn er al stukken van de stad minder vervuild inmiddels? Ja, het was maar waar dat het zo snel ging allemaal. Sinds eind 2013 meten we. We zijn nu 2,5 jaar verder eigenlijk. We zijn nu vooral aan het kijken naar wat voor cases zijn we eigenlijk allemaal tegengekomen. Dan moet je je voorstellen, dan meten we op vaste meetpunten. Dat we moeten interpreteren wat onze blootstelling is. Dus daar voegen we nu allerlei dingen aan toe. Bijvoorbeeld een rugzakproject waarin we dus kijken van wat is onze levensstijl. We hebben wel ontdekt dat 90% van onze tijd zijn wij binnenshuis en zitten we. Ja, en de 10% dat we in de openbare ruimte vertoeven en dergelijke, waar wij meten, is dus maar een klein onderdeel van onze maatschappelijke activiteit. Een van de dingen die we eigenlijk willen doen is mensen zoveel mogelijk buitenshuis krijgen, want we weten wel vanuit de metingen die we hebben gedaan dat binnenshuis door onze eigen activiteiten de luchtvervuiling vaak veel groter is dan buitenshuis. Dus het is veel beter om naar de buitenruimte te gaan. Maar dat zijn allemaal van die dingen die zijn we pas in 2 jaar tijd aan het leren. Dan komt nog het overleg. En een van de dingen die we eigenlijk gaan doen binnen nu en een paar maanden is dat we een bijeenkomst organiseren. En ja, als het aan mij ligt, een grote bijeenkomst waar iedereen bij aanwezig kan zijn. En zo van, kijk, dit hebben we nou geleerd. En wat gaan we eraan doen? Wat gaan we eraan doen van lange termijn beleid? Wat gaan we eraan doen korte termijn beleid? Wat gaan we er individueel mee doen? En wat gaan we er nog mee doen als ondernemers? Dat is een gesprek die binnenkamers wel plaatsvindt, hè, met allerlei partijen. En dat kost al moeite natuurlijk om daar iets mee te doen. Want vaak is dat dan een paradigmaverschuiving, hè, dat je ook verantwoordelijkheid moet nemen. Maar ik wil dat graag zoveel mogelijk breed trekken. Maar dat is een onderdeel van het proces, dus je hebt gelijk. We moeten er wat mee doen, maar we zijn net, krijgen we het gevoel dat we klaar zijn, dat we genoeg weten eigenlijk wat er in de stad gebeurt, om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Dankjewel. We gaan zo richting de afronding, dan kunnen we nog een borreltje doen. Heeft iemand nog een vraag, opmerking of aanvulling op de avond? Dan denk ik dat het goed is om te concluderen dat je niet per se 75 plus hoeft te zijn om door deze materie al te staan duizelen op je poten. Ik moet zeggen dat ik nog geen 30 plus ben, maar ja, mensen kunnen toch niet bijhouden wat er gaat gebeuren, of wel dan? Je moet gewoon een computer, die hebben we al bij ons. Een simpele keuze, ja, maar je hebt gewoon niet de keus niet eens meer. Want de baby's à la nu worden al op Facebook geboren. Die zijn nog geen 3 uur oud of ze staan al gewoon op de tijdlijn van 600 vrienden. Er gebeurt ontzettend veel. Je kunt het filosofisch beschouwen. Waar zet jij je toe in? Is het economische groei voor een ander? Of zijn het de kernwaarden waar je zelf in gelooft? Inside out, dat is iets wat je mee kunt nemen en vanavond een nachtje over kunt slapen natuurlijk. En tegelijkertijd is er een heel concreet project gaan, hè, met een CO2-uitpoepende bus die wel door DAF is gemaakt, gelukkig. Want als daar een Frans merk op had gestaan, dan hadden we het helemaal niet geslikt. Die de wijken in gaat om daar echt bottom-up verhalen op te halen van wat is nou echt belangrijk. Wat hebben mensen nodig achter de voordeuren? Het ziet er allemaal heel mooi uit, maar die mensen zitten misschien ook diep in de shit. Dat is een woord dat je in Amerika niet zomaar mag zeggen. Dus ik weet niet of deze beelden gelivestreamd worden naar servers die daar toevallig staan. Maar we hebben 2 sprekers gehad. Zij krijgen nog een kleinigheidje van de organisatie. En van jullie vast en zeker wel een heel mooi applaus. Dankjewel, Linda, Jean-Paul. Dank jullie wel. Daar komt hij van Henry Bloem. En nu we Sjoerdje toch hier hebben. Jij wil nog het een en ander vertellen over de festiviteiten hier van de Biep. Want jij bent een van de organisatoren van deze avond, van de themaavond. En jij weet wat er allemaal gaande is. En ook met de installatie die de mensen rechts van zich zien. Ja, klopt. Zal ik hem even vasthouden? Hier zie je een banner van het project 100 jaar bibliotheek. Wij zijn dit jaar op zoek naar verhalen van jullie over de toekomst van Eindhoven. Hoe ziet Eindhoven er over 100 jaar uit? Dat is niet alleen van hoe ziet de stad eruit, maar ook hoe leven we, wat eten we, waar slapen we, gaan we nog naar school of leren we op hele andere manieren.
En ik wil jullie uitnodigen om straks even daar naartoe te komen. En jullie verhaal, hè, naar aanleiding van wat je vanavond allemaal gehoord hebt en aan ideeën hebt opgedaan, om die even op te schrijven en die worden ingescand. En aan de andere kant van deze ruimte is het een hele mooie kast gemaakt. En uit alle ideeën worden 100 inzendingen geselecteerd. En die worden 3D geprint en komen in de kast te staan. Dus kom zo allemaal even langs. En verder, in september hebben we weer een volgende bijeenkomst in samenwerking met Tegenlicht Meetups. En dan gaan we het over drones hebben. En we zijn aan het kijken of we een drone-wedstrijd hier in de bibliotheek kunnen gaan organiseren. Dus jullie zijn in ieder geval dan weer van harte welkom. 8 september. Ja. Zal ik de volgende 3 data nog even eraan toevoegen, nu we toch bezig zijn jullie agenda hebben? Op 8 juni, Tegenlicht Meetup over dit thema, slimme steden. Dat zal in de Oude Rechtbank zijn. Op 10 juni hier filosofische workshop naar aanleiding van het vorige thema, het rendement van geluk. En dan op 14 juni weer over dit thema, slimme steden, op Stripe, waar je dus opgenomen wordt en geluisterd. Een jump over van Jump Movement om verder te gaan verdiepen en mensen te activeren om echt een stap te gaan maken. Dus wat ga je uiteindelijk doen? Dit was een eerste aflevering van een themaavond georganiseerd door de Beep, Meetup van Tegenlicht en Jump Movement. Er gaan er nog heel veel komen, zoals je net hebt gehoord, over drones. En rest mij te zeggen dat mijn naam Rudy van Beurden is en ik hoop dat ik jullie met iets meer energie en optimisme naar huis kan sturen en dat jullie massaal het werkwoord positiveren gaan gebruiken. Dank jullie wel, tot ziens. Bedankt. Tot bij de morgen. Dank.